Dus als Pieter Jan zijn presentatie even kan tonen. Veel plezier allemaal. Goedemorgen, welkom. Aan jullie het woord, Pieter Jan en Richard. Dank je. Oké. Ik zet de presentatie klaar. Zien jullie de presentatie nu? Ja. Oké. Jij toch ook wel, hoop ik? Ja, ik zie alles. Oké. Nou, eventjes een korte terugblik. We laten toch weer even met trots onze vlag zien. Hè? Laat het volgende maar zien, Pieter Jan. Volgende dia. Ja, een hele waardevolle uitwisseling de vorige keer. We tonen dat even met die ronde tafels en toch altijd onze stakeholders er weer bij. Hè? We nodigen die altijd uit. We hebben uitgewisseld over parken. Wat voor concepten zijn er? En wat ervaringen gedeeld van andere mensen die heel erg met parken bezig zijn. En ik heb er even wat highlights uitgehaald. Wat bij ons heel erg bij is gebleven. En waar we ook herkenbaarheid in zien. Maar waar we ook echt wel wat aan hebben. En als eerste hadden we Pajottenland. Een mooi woord, hè? Pajottenland. Frank Neven die heeft ons meegenomen. Naar hun park idee. En dat is heel erg een sterke landbouwdrijf zat daarin. Met een prachtig streekmerk. En wat daar vergelijkbaar was met ons eigenlijk, is die kansen die ze in Brussel zien. Die stad-landverbinding die wij natuurlijk hier in het grenspark ook wel voelen. Kempenbroek, Erwin, is een goede bekende van ons. Daar zijn we al heel vroeg zijn we daar geweest. Enkele mensen die nu ook aangesloten zijn, die weten dat nog. Een bus vol zijn wij naar Erwin Christus geweest. En iemand die heel erg daar met veel elan een park aan het bouwen is. En wat hij noemde was het landschap als gemeengoed. Iedereen heeft wel wat met het landschap. En dat vind ik ook wel herkenbaar. Hè? Iedereen heeft zijn passie erin. En het cyclisch samenwerken vond hij heel erg waardevol. Doe soms ook eens een stapje terug en ziet het als dansen met elkaar hoe je in het gebied omgaat. Nou, dat is ook heel herkenbaar en ook heel waardevol. Hè? Kijk ook eens even achterom, wat gebeurt er allemaal? Dat was zijn tip. Is iedereen aangesloten? Heeft iedereen de tijd om aan te sluiten? Dat was eigenlijk zijn ervaring. Nou, Van Gogh Nationaal Park, hè? Boordevol ambitie, een identiteit van Gogh en met liefde voor mens en ook liefde voor de transitie en daarin ook die wederkerigheid een plek geven met veel passie. Dat was eigenlijk Ronald's verhaal. En zij hebben natuurlijk ook een prachtig verhaal, moet ik zeggen. Hè? Ze hebben een mooie prestatie neergezet met elkaar, ook een ambitie neergezet, maar... Zij zijn er ook niet, hè? Zij moeten ook nog beginnen. En hoe gaat dat dan straks in de praktijk? Het is een waardevolle ervaring, denk ik, straks om dat te blijven volgen. En ook die uitwisseling vast te blijven houden. Want wij hebben ook onze gebiedsagenda met ambitie. En nu gaat het richting de praktijk. En je vroeg net aan Roswitha natuurlijk van, ja, hoe gaat het dan nu verder? Wij hopen binnen een maand of 6 weken een samenwerkingsverband, een overeenkomst te tekenen waarin we de beweging gaan doorzetten. En dat is toch wel een mooie prestatie, denk ik. En dat kwam in het panelgesprek wel naar voren, hè, met een vertegenwoordiger van de landbouw, natuur en haven. En wat daar eigenlijk heel erg naar voren kwam, was die positieve zoektocht naar die leefbaarheid tussen die drie eenheid. En de openheid om daar met elkaar verder te gaan. Die vond ik ook heel mooi. Hè? Wij voelen dat natuurlijk in het gebied. Maar als je dan in zo'n sessie zit en dat panelgesprek gaat die kant op. Ja, dan voelen Pieter, Jan en ik toch wel een soort van trots dat we met elkaar toch op de goede weg zijn. En we zijn er nog niet. Dus een hele energieke en waardevolle bijeenkomst, denk ik, waarin wij een aantal goede tips hebben gekregen. En wat ik inspirerend vond, en dat was met name van Jan Willem ook, dat landbouwpark,
die voorbeelden die werden geschetst in ook dat buitenland, waar we natuurlijk een hele inspiratie uit kunnen halen. En ik denk dat deze sessie mooi is om dat vervolg te gaan oppakken. En we krijgen nog meer sessies om te kijken van oké, hoe ga je dan met dat landschap om? En hoe ga je dat dansen doen met elkaar? En hoe ga je dat grens... Een soort startpunt ook, denk ik, met het streekmerk. Korte keten, hoe gaan we de landbouw een positie geven in ons grenspark? Dan wil ik nu het woord doorgeven aan Pieter Jan. Ja, goedemorgen iedereen. Ik ben Pieter Jan, ik ben coördinator van het grenspark samen met Richard. Ik neem jullie graag eens mee naar het grenspark en specifiek inzoomen eigenlijk op die landbouw. We zitten in het grenspark eigenlijk in een open ruimte op de grens van Vlaanderen en Nederland. Een groot open ruimtegebied. Als we daar wat specifieker inzoomen, hebben we daar een grote natuurontwikkeling, een actieve haven en een grote buitenschil, de polders, of actieve polders nog. En daartussen leggen we eigenlijk verschillende nieuwe partnerschappen en proberen we ook die innovatie te stimuleren, zodat we eigenlijk een boeiende buitenschil krijgen en die interactie tussen die drie eenheid, zoals dat wij hem noemen, eigenlijk natuur, haven en polder, verder te versterken. Hoe doen we dat? Op een horizontale manier. Horizontale manier, we werken samen met lokale netwerken, specifiek ook grensparklandbouwers, zoals dat wij ze noemen, om eigenlijk die veranderingen mogelijk te maken. We werken ook in de optiek dat we werken aan het platteland van de toekomst. Dus niet landbouw, maar ook landbouw en zijn omgeving. We werken aan het specifieke aantal thema's, zou je kunnen zeggen. Volhoudbare landbouw triggert ons wel. Maar ook de landschapsinclusieve landbouw, schapenbegrazing, vormt daar een onderdeel van. In ons gebied is ook zoetwater een issue, met de vele kreken die er zijn. Maar ook de zoetwaterbeschikbaarheid voor de toekomst. Maar evenzeer ook het gebruik van zilt en de verzilting. Enerzijds als een problematiek, maar zeker ook als een kans. Waarin dat er ook landbouwers het voortouw nemen om daar eigenlijk nieuwe producten verder van te ontwikkelen. Anderzijds zitten we ook met een groot aantal natuurgebieden, waarin dat we ook samen met onze partners zoeken naar vormen van agrarisch natuurbeheer. Er is zoiets als het Saaftingenrund, wat dat graast in Saaftingen. En we zijn ook aan de opstart bezig met een pilot met waterbuffels. Hoe voor schorverjonging moeten zorgen. Tegelijkertijd zetten we ook in op die natuurinclusieve landbouw, zou je kunnen zeggen, of aan de versterking van de biodiversiteit. En circulaire landbouw, dat hebben we de voorbije jaren onder andere gedaan door in te zetten op kikkerdievriendelijke teelten. Dus hoe kunnen we de kikkerdieven in ons gebied versterken en tegelijkertijd ook een win-win voor landbouw en natuur krijgen. Dat zijn heel wat testen die we doen en eigenlijk een soort labo-functie verder uitbouwen, waar dat we samen met landbouwers zoeken wat dat wenselijk haalbaar is en wat dat ook voordelen oplevert voor de biodiversiteit. Het andere spectrum is dat we ook... werken rond streekproducten en voedselbewustzijn, waar dat we ook zeer veel actie zien eigenlijk, of zeer veel ontwikkelingen op het terrein. Van coöperaties die zich ontwikkelen, tot eigenlijk lokale initiatieven die eigenlijk werken rond die streekproducten en daar ook de kansen verder mee zien om daar verder mee te gaan. Kortom, we zijn al volop gestart eigenlijk aan de ontwikkelingen en hoe dat we die in het grenspark een vorm kunnen geven. De vraag is hoe we verder bouwen naar de toekomst. Wel, dan zitten we nog met de ontwikkeling van een streekmerk eigenlijk als koepel om een aantal zaken in te brengen. We kijken ook naar de mogelijkheden voor een biodivers bouwplan samen te ontwikkelen met een aantal landbouwers. We kijken samen met het havenbedrijf naar de ontwikkeling van een innovatiefonds om eigenlijk innovatie te stimuleren en landbouwers op maat van hun eigen bedrijf te stimuleren of te verder te helpen. We kijken ook naar eigentijds grondeigendom en zelfs eigentijds grensoverschrijdend grondeigendom
als een thematiek om aan te pakken. En ook hoe dat we de verbreding een juiste plek kunnen geven. We zijn ervan overtuigd dat we door die acties een aantal middelen en het juiste netwerk aanwezig hebben. Uiteraard, de proof of the pudding is in the eating. Dus de komende 5 jaar zullen we dat ook samen met de landbouwers en de partners van het Grenspark verder moeten vormgeven. We zien deze sessie van de Delta Metropool dan ook eigenlijk als een inspiratie om het samen uitvoeren met boeren en partners verder te inspireren en verder vorm te geven. Wat er zeker onze bedoeling is, is dat we de waarde toevoegen aan alle spelers in de keten. En om af te sluiten, we waren daarnet begonnen dat we een uithoek zijn in Vlaanderen en Nederland, maar in het kader van voedsel en van landbouw en van korte keten, misschien zijn we wel net het centrum. Het is de vraag die we aan jullie ook willen stellen en aan jullie graag neerleggen. Oké, dat was het op een drafje doorheen het Grenspark. Dankjewel Pieter-Jan en Richard voor deze intro. Goed om even nog terug te koppelen van de vorige sessie. Ook fantastisch dat jullie de kaart even hebben omgedraaid. Dat vind ik altijd een leuke exercitie, Pieter-Jan. Dan kijk je toch altijd op een andere manier naar het gebied. Vanuit een andere hoek letterlijk. En daar ga je toch anders naar kijken. Kan ik iedereen aanraden om dat bij zijn eigen gebied ook te doen. Wat me al opviel in jullie analyse van hoe jullie bezig zijn, is dat er al dat jullie echt letten op innovatie in het gebied. Ook wat de teelten betreft, bouwplan. Dat jullie echt die combinatie tussen natuur en landbouw opzoeken en daar ook kansen in zien, bijvoorbeeld met die runderen. Echt het gebiedseigen aspecten in gebruiken. Dus het zilt en zoet bijvoorbeeld, wat ook weer kan leiden tot specifieke producten en en wat natuurlijk ook een bepaalde opgave is, het zoetwater en de verzilting van de grond. Dat jullie ook met dit grondeigendom bezig zijn om daarin te vernieuwen. Daar zullen we het straks ook nog wel over hebben, denk ik. Andere projecten die met grondbanken of iets dergelijks werken, of coöperatief. En dat jullie met merken en de keten ook bezig zijn. En dat staat vast allemaal nog een beetje in de kinderschoenen, maar daar kunnen we ook van elkaar leren vandaag. We zullen een aantal voorbeelden daarvan ook zien. Iets wat ik zelf nog wel wilde terugkoppelen van vorige keer, is dat we natuurlijk begonnen zijn met het smeden van die drie-eenheid, die jullie ook zelf benoemen in het park. Dus de haven, de natuur en de landbouw. En daar werd eigenlijk nog een vierde aspect bij gehaald vorige keer. Namelijk de stedeling en dan vooral uit Antwerpen misschien wel, waar de grootste massa eigenlijk zit. Maar natuurlijk ook in Zeeland zelf. En dat is misschien iets wat ook vandaag weer aan de orde zal komen bij de korte ketens. Van hoe betrek je eigenlijk die stedeling in Antwerpen of in Middelburg of in Goes bij dat grenspark? Wat kunnen ze daar beleven? Hoe kunnen ze daar komen? Hoe weten ze wat daar voor lekkers gemaakt wordt en hoe krijgen ze dat op hun bordje. Dus daar kunnen we het vandaag allemaal over hebben. Heb je er nog iets aan toe te voegen, Richard, voordat we naar het volgende onderdeel gaan? Ik denk het niet. Ik ben heel benieuwd. Het is wel inderdaad, we staan eigenlijk voor die nieuwe toekomst op de landbouw en iedereen kent wel de vragen. Maar hoe kom je nou bij die antwoorden inderdaad? En we hebben bijvoorbeeld wel eens wat gesprekken gehad in de stad Antwerpen met afzet en dat soort achtige zaken. En hoe komt dat bij elkaar? Dat is eigenlijk de vraag waar wij in het gebied en waar ik wel eens gesprekken met heb, ook met de landbouwers of met andere boeren. Van ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar dat die mooie producten ook een goede afzet krijgen? Dus ik denk dat daar een uitdaging zit om dat voor elkaar te boksen. Je ziet die markt al groeien, maar hoe organiseer je dat? Precies, ja.
Ja, en in dat, het ontdekken van die nieuwe organisatievormen, daar zit ook een hele innovatie in heel Europa eigenlijk wel. Jan Willem, die straks gaat spreken, die weet daar heel veel van. Wat mezelf altijd wel opvalt, is dat het een wereld is waar ook heel veel nieuwe termen gemunt worden. Dus dan heb je het ineens over boerschappen of over... wat heb je al? Herenboeren. Allemaal Buurderijen. Buurderijen, ja, kijk eens. Jan Willem die heeft er vast een heel lexicon van wat samengesteld inmiddels. Ja. Jan Willem, dan kondig ik jou meteen maar even aan. Jij bent een expert op het gebied van korte en ultrakorte ketens. Wat zijn dat, ultrakorte ketens? Zit je dan het eten in de akker al? Of, Kun je me nu verstaan? Ja, toch? Ja. Korte ketens, dat benoem ik dan als de boeren rond de stad die zeg maar in de stad hun producten verkopen. En ultrakort, dat zijn eigenlijk de stadsboeren die ook in de stad zelf zeg maar voedsel telen op daken of in achtertuintjes of in parken. Dus dat is meer juist dan de stadslandbouw zeg maar die wel heel veel sociale impact heeft in de wijk, maar die heel weinig toevoegt in feite aan de voedselzekerheid van een stad. Of tenminste minder. Dus dit gaat natuurlijk, dit gaat over de boeren rond de stad, of tussen de stad in, steden in die we net zagen. En daar zit in principe een groter volume. Dus dat is een serieuze verdienmodel. Kan je daarvan maken? Oké, helder. Jan Willem, jij werkte eerst bij de Wageningen Universiteit. Nu heb je je eigen bedrijf op het gebied van die korte ketens. Ja. En op die manier weet jij er ook heel veel van en ken je heel veel voorbeelden in Nederland en daarbuiten. Mag ik je uitnodigen om, om je verhaal op te starten? Even kijken. Hè. Zo, en dan ga ik zo. Als het goed is, zien jullie het of niet? Ja. Oké, nou. Mijn naam is inderdaad Jan Willem van der Schans en vandaag spreek ik ook vanuit de hoedanigheid als medeoprichter van de Taskforce Korte Ketens. Dus er zijn heel veel initiatieven in Nederland op het gebied van de korte keten, in heel Europa trouwens. Het heeft aandacht van het beleid, niet alleen de Rijksoverheid, maar ook de provincies en de gemeentes. Maar er wordt op heel veel plekken opnieuw het wiel uitgevonden. Iedereen is druk bezig, operationeel, om die keten georganiseerd te krijgen. En wij constateerden van, kunnen we niet van elkaar gaan leren? Kunnen we niet gewoon initiatieven clusteren? Kunnen we niet gewoon meer gemeenschappelijk optrekken? En toen hebben we een taskforce opgericht vorig jaar. En binnen die taskforce proberen we initiatieven te ondersteunen en kennis uit te wisselen. Dus daar put ik vandaag uit. Nou, even de definitie van de korte keten. Ik ben mijn hele leven onderzoeker geweest, dus dat is even van belang om dat heel scherp te definiëren. Niet meer dan één schakel tussen producent en consument. Dat is ook de definitie die in de landbouwtelling is uitgevraagd. Nu twee keer, in 1997 en in 2020 ook. Dit is heel makkelijk, zou je kunnen zeggen, te constateren van het is huisverkoop, dus de boer verkoopt het rechtstreeks aan de consument. Of er zit één schakel tussen bijvoorbeeld een webwinkel of een groothandel of wat dan ook. Ja, het probleem met die definitie is dat dan dit initiatief van de Greenery er ook onder valt. Dit is namelijk de Greenery die als een logistieke dienstverlener optreedt en boeren rechtstreeks via boxen koppelt aan eindconsumenten. Het initiatief bestaat nu niet meer, geloof ik. Maar dan zou je gewoon dus de grootschalige landbouw en de grootschalige groothandel, die zouden er ook onder kunnen vallen als die met die boxen aan de slag gaat. En je ziet ook dat een supermarkt als Albert Heijn, dit vond ik op Katendrecht woon ik, bij de Albert Heijn op Katendrecht, gewoon een kaart van Zuid-Holland en waar komen die uien en waar komen die aardappelen vandaan, het staat gewoon op de kaart. Dus Albert Heijn, die zou dan ook onder een korte keten vallen. En
in reactie op de boerenprotesten claimde Albert Heijn dat ook. Van ja, wij zijn een korte keten, wij hebben langdurige relaties met boeren. Dus we zien het probleem niet. Nou, dat is zeg maar ingewikkeld. En daar hebben we heel veel discussies ook over gehad in de taskforce. Ik heb onlangs nog een keertje precies de mensen van Albert Heijn gebeld om te vragen van hoe zit het nou? En hier, dus wat je ziet, die schappen. Dus het is zo dat de fusten worden geleegd per boer. Maar het is zo dat Albert Heijn niet precies weet als een fust half geleegd wordt van welke boer het komt. Daarom zie je het niet in de schappen op de kistjes staan van welke boer. Er hangt een globale plattegrond, maar het is niet in de schappen. Dus eerlijk gezegd denk ik dan, het is geen echte korte keten, want er is niet van elke ui precies bekend bij welke boer die vandaan komt. Dus de connectie die mist. Nou, al mijn collega's binnen de taskforce blij, want ze schrokken van, ja, als je Willem dit als een korte keten gaat promoten, dan, ja, wat is dan ons onderscheid? Wat je hieruit wel kunt leren, is dat de grote spelers met ketenverkorting bezig zijn. Dus ketenverkorting is niet iets van de coronacrisis, is niet een modeverschijnsel van donkergroene foodies, maar echt, grote supermarkten zijn bezig met ketenverkorting. Dus het is echt een economische trend die zeg maar gaande is. Nou, en het andere punt nog even over die definitie is dat dit is een voorbeeldproject voor de korte keten. Willem en Drees bestaat nu niet meer. Maar dat zou, als je het heel goed telt, geen korte keten zijn. Want Willem en Drees die koopt het bij de boer, die verkoopt het aan de supermarkt en die verkoopt het pas aan de eindconsument. Dus dat zijn twee schakels, dus het zou geen korte keten zijn. Tenzij, we hebben hier een hele discussie over gehad binnen de taskforce, Willem en Drees wel de boer een hogere prijs bieden. Want er is een andere definitie, en ik heb zelf in die focusgroep gezeten, in dat deskundige comité, 6 jaar geleden, hebben wij gezegd van ja, het gaat niet alleen om botweg het aantal schakels tellen, maar het gaat ook om welke doelstellingen bereik je met die korte ketens. Dus transparantie, eerlijkheid en partnerschap. Als je daaraan bijdraagt, mag je zeggen dat je een korte keten bent. Nou, en dan hebben wij gekeken naar de Willem en Drees keten. Willem en Drees die hebben, zeg maar, hun hele databestand een keertje aan het lijf gegeven. En we hebben dat zitten te analyseren. Dus het komt eigenlijk zelden voor dat gebeurt. Want de meeste korte ketens die zijn niet transparant over de margeverdeling. Maar Willem en Drees wel. En dan ziet u hier rechts, ziet u de echte prijzen, dus de absolute prijzen. En dan ziet u dat Willem en Drees elke keer een hogere prijs aan de consument weten door te rekenen. Dus de consument die is bereid voor Willem en Drees meer te betalen. Dat zie je hier. Dus het werkt, zeg maar. Het is geen bulkproduct. Het werkt. Er zit een premium prijs in ten opzichte van regulier. En hier zie je de relatieve verdeling. En dan zie je, zeg maar, blauw is de boer. Dan zie je dat in elke keten, het gaat over, zeg maar, aardappelen, paprika en komkommer hebben we het bekeken. In elke van die ketens krijgt de boer inderdaad een hoger deel van de marge. Want hier, zeg maar, in de reguliere keten is het ongeveer 30% hier voor aardappelen. Maar in de Willem en Drees keten is het 50% krijgt de boer. Dus in dit geval kun je zeggen, wat we hoopten met korte ketens te bereiken, namelijk dat de boer een beter inkomen kreeg, dat is bij Willem en Drees is ook aan de orde. Helaas, dus wat de handel verdient, dat is het rooien. Dat is wat Willem en Drees er zelf aan verdienen. Nou, dat is helaas kennelijk niet voldoende gebleken, want ze zijn failliet gegaan. Dus ze zijn overgenomen door Ecomenu. Dus het is nog niet helemaal een 100% kloppende case, maar het gaat wel de goede richting in. Punt is wel dat die telers van Willem en Drees die ontvangen meer, maar ze moeten er ook meer voor doen. Ik heb inderdaad eventjes met wat boeren uit het grenspark gesproken ter voorbereiding van deze presentatie. Die zeiden allemaal van ja, die kleinschalige teelt, het is prachtig hier in Willem, maar het gaat ons veel arbeid kosten en dat klopt ook. Dus je moet er wel ook
ook meer voor doen. Je krijgt een hogere prijs, maar je moet er meer voor doen. En dat moet gewoon te regelen zijn. Dat is niet overal te regelen. Dus heb je genoeg vrijwilligers, heb je genoeg medewerkers, heb je genoeg automatisering, kun je het betalen om zakjes aardappelen automatisch te gaan verpakken, noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk gaan spelen. Maar goed, in principe, in potentie, is er een premium te behalen in de korte keten. Maar je moet er wel meer voor doen. Dat is zeg maar mijn punt. Nou, dan begeleid ik veel boeren met korte ketens. En het gaat nu even over, wat zijn de grootste fouten? Wat zijn de lessen die jullie kunnen leren? Dit is het Canvas-model. Dat is zeg maar een manier om samen te vatten hoe het verdienmodel van een boerderij eruit ziet. Dan heb je zeg maar hier aan de rechterkant, voor ons heb je zeg maar de inputs hier aan de rechterkant en aan de aan de rechterkant heb je de outputs, dus wat komt eruit? Nou, daar heb je de klant natuurlijk en aan de linkerkant staan de partners, dus wat gaat erin? En het grote punt is, de meeste boeren die ik spreek, en dat is al jaren zo, dat is eigenlijk al zolang ik onderzoek doe en dat is al tientallen jaren, denken vanuit hun eigen bedrijf. Dus die boeren die zeggen, ik heb zoveel koeien, ik heb zoveel land en ik heb zoveel akkerbouw en ik ben biologisch, dus die vertellen het verhaal vanuit een eigen bedrijf, maar je moet het verhaal vertellen vanuit de consument. Dus je moet echt het perspectief van de consument aannemen. En als je dat doet, dan land je zeg maar in de markt. En als je dat niet doet, dan land je waarschijnlijk alleen bij de donkergroene consument die het gewoon leuk vindt om verhalen van boeren te horen en van een biodivers landschap. Die groep is er ook, maar die groep is waarschijnlijk te klein om zeg maar het type bedrijf wat er nu zit in het grenspark op te dragen. Dan moet je echt meer naar de massaconsument toe. En die massaconsument die in de supermarkt winkelt, die heeft heel weinig tijd om verhalen aan te horen van biodiverse landbouw, dit en dat. Die moet je echt op een andere manier aan je product committeren. Dus dit is een fout die, ik zeg het een beetje scherp, maar het is echt zo. Hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van een deelnemer van de masterclass die dat heel goed in zijn oren heeft gekroopt. Die heeft in feite een pitch ontwikkeld om eindconsumenten, maar vooral ook om supermarkten te verleiden om zijn eieren te gaan kopen. Het is namelijk iedere dag verse eieren, maar het is niet een loze kreet, maar het is ook echt zo dat hij zeg maar inspeelt op het probleem van de klant, namelijk ik heb geen tijd om elke keer bij een boer langs te gaan. Ik weet niet hoe een vers ei eruit ziet. Hij biedt aan om de eieren in de supermarkt, zijn eieren, binnen 8 dagen terug te halen. Dus na 8 dagen zegt hij gewoon van, geef die eieren maar terug en ik leg de nieuwe verse in. Dus hij biedt niet alleen een product aan, maar ook een dienst. Hij garandeert versheid van het ei. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Die supermarkt die zei van, nou, kom dat maar doen. En dus dan los je zeg maar dus een problemen op van de eindconsument en ook van het supermarktkanaal. En hij bood dus aan een terughaalservice. En dan krijg je wel, wat doe je dan met die eieren die terugkomen? Voor consumenten is het, die willen ook niet het probleem hebben dat heel veel eieren, afgekeurd worden, omdat je als consument ultraverse eieren wil hebben. Nou, toen is die een advocaat gaan ontwikkelen. Een soort advocaat, zo ziet er dat uit tegenwoordig. Hij belde mij laatst heel enthousiast. Delicaat heet die advocaat. En hij belde mij super enthousiast, want hij zei, joh, die supermarkteigenaren, die moeten iets met circulariteit doen. En dit is een circulair product. Dus hij had hier 7000 euro per maand extra omzet, omdat hij aan de behoefte kon voldoen van supermarkten om zeg maar circulaire producten in het schap te hebben liggen. Dus hij biedt heel veel service. Hij denkt heel erg vanuit de eindconsument, maar ook heel erg vanuit het supermarkt. Hoe moet je nou zeg maar problemen van die mensen oplossen? In plaats van het verhaal te vertellen, ik heb, want hij heeft de eieren met keurmerk Beter Leven 1 ster. Nou, weten jullie wat dat precies inhoudt? Niemand weet wat dat precies inhoudt. Hij heeft ze wel, maar er zit ook geen marketing effort op bij de maatschappelijke organisaties, want Beter Leven 1 ster is gewoon niet het maximum wat je kunt krijgen. Dus de maatschappelijke organisaties die promoten alleen 5 sterren. Hij heeft zelf
zeg maar, zich helemaal verdiept in die eindconsument en in die keten. En ja, dat leidt tot meerwaarde, want hij heeft een aanmerkelijk hogere omzet uit dat delicaat. Nou, dus ik zei al, het gaat niet alleen om het perspectief van de consument, maar ook van het afzetkanaal. Hier zien jullie op een vel papier wat ik stiekem heb gefotografeerd, zien jullie alle afzetkanalen in Nederland. Dit is allemaal geen publieke informatie. Je moet lid zijn van een bepaalde club en dan deel je, zeg maar als supermarkt of als horeca, deel je die informatie. En dan iemand die telt het allemaal bij elkaar op. Nou, je ziet zeg maar de at-home kanalen aan de rechterkant en de out-of-home kanalen aan de linkerkant. En je ziet blurring hier in het midden. Dus supermarkten waar je hele maaltijden kunt kopen of tegenwoordig in de coronacrisis restaurants die ook winkeltje zijn, zeg maar. En wat ik hiervan wil zeggen is, dus je moet dit snappen als boer. Als je, het is iedereen die denkt, ik doe huisverkoop of ik ga in de supermarkt verkopen. Maar jullie zien hier zeker 20 stipjes. Dat zijn allemaal afzetkanalen met een eigen logica. Die zitten te springen om onderscheidend vermogen. En boeren kunnen daarbij helpen. En waarom zitten ze te springen om onderscheidend vermogen? Dat is omdat het een waterbed is. De vraag naar voedsel is inelastisch, dus die groeit niet. Ook al doe je de prijs omlaag, het groeit bijna niet, want mensen kunnen niet meer eten dan ze eten. Het is ook zo dat als één iemand marktaandeel wint, dan gaat het ten koste van het marktaandeel van een andere. Het is echt een competitieve omgeving. Dus nu staan de horeca, die staat nu op slot. Die omzet, die stroomt naar de supermarkten. Dat is gegarandeerd, want iedereen moet blijven eten. Dus het is een waterbed. Dus er is een strijd gaande tussen die afzetkanalen. En als je als boer dat snapt en je gaat je daarin verdiepen, dan kun je waarde creëren. Zo heb ik een keer een deelnemer in de masterclass gehad die peren verkocht. En die richtte zich op pompstations. Die zitten hier zo. In het landschap. En die ging een verpakking ontwikkelen, waardoor je op een pompstation een peer kon kopen in plaats van een of andere zoete candybar. En dan dat je geen plakkerige vingers kreeg. Dus dat je weer in de auto kon stappen, die peer kon opeten, maar toch geen plakkerige vingers krijgen. Kijk, als je je zo gaat verdiepen in de eindconsument die een gezonde snack langs de snelweg wil kopen en de pomphouder die zeg maar niet alleen bekend wil staan als iemand waar je spullen kunt kopen die, waar je dik van wordt. Als je daar helemaal in gaat verdiepen dan, en je gaat dat pitchen, dan word je met open armen ontvangen. Is mijn hoop. En het is ook waarheid gebleken. Dus dat wou ik daar even over zeggen. Nou ga ik een beetje in dat landschap wat ik net schetste, ga ik een beetje wat highlights eruit pakken. Nou, iedereen die kent natuurlijk het verhaal dat inderdaad de boerderijwinkels enorm geprofiteerd hebben van deze crisis. En dat de supermarkten eigenlijk ook geprofiteerd hebben. Want ja, de omzet uit de horeca, die mensen die hebben dat geld toch in hun portemonnee zitten. Dus die willen dat toch besteden. Nou, mensen stappen op de fiets, die gaan naar de boerenwinkel toe. Het is daar relaxed. De ruimtes zijn vaak heel groot, dus je staat niet op elkaar. Die hebben daar heel veel baat bij gehad. Nou ja, is de grote vraag, is dit een gelegenheidswinst? Dus bouwt zich dit weer af? Of is het echt een trend? Nou, en dan denk ik dat er op een bepaalde manier wel een gelegenheidswinst in zit. Als straks de supermarkten weer open gaan, dan gaan de mensen niet meer op de fiets naar die plattelandswinkel toe. Maar ik denk ook dat het een echte trend is, want je ziet echt heel veel supermarkten momenteel, as we speak, die het streekproduct omarmen. En dat zijn niet de hoofdkantoren die ik eigenlijk hier zitten alle hoofdkantoren van de supermarkten. Maar ga nou eens bij franchise-nemers kijken, lokaal in de buurt. Ik was gisteravond op Twickel, dat is een heel groot landgoed in Overijssel in Nederland. En dan was ik bij een proeverij van de Twickelkaas. Die werd daar, de 0.0 versie, die werd daar gepresenteerd. Kaas van de boeren van Twickel. En er zat een supermarkteigenaar, die had 5 Jumbo's, 3 Gal&Gals. En ook nog een restaurant in Twente. En die zei gewoon van, die kaas,
die wij hier nu zitten proeven, die neem ik vanavond mee en morgen legt hij bij mij in de winkel. Hij zei, gewoon geen flauwekul, 0.0, kom op, ik heb hem nodig. Want nu kun je nog meeliften op zeg maar die COVID. Maar sowieso, hij was bezig met een nieuwe winkel, zei hij van, ik ga de winkel, als ik die kaas mag verkopen, ga ik de winkel aanpassen en ga ik weer een desk introduceren waar je kaas kunt snijden. Dus niet voorverpakt, als jullie willen dat ik die kaas moet snijden, dan ga ik dat gewoon doen. Dus zo hot is dit momenteel bij supermarkten, zeg maar. En mijn punt is, je moet eigenlijk niet binnenkomen bij het hoofdinkoop. Dus de meeste boeren die komen bij de inkoop terecht. Maar die is aangesteld om zo goedkoop mogelijk in te kopen. Je moet naar de franchise-directeur, die in dat voedsellandschap wat ik net zei, zie dat die positie kwijtraakt aan boerderijwinkels. Dus je moet bij de franchise-directeur of de formule-manager, als zeg maar in het vrijwillige filiaalbedrijf, dus als het niet met franchise gaat, maar met supermarkten volledig in eigendom van Albert Heijn, moet je bij dus je moet op een andere manier naar binnen toe gaan, want je moet gaan zeggen dat jouw product de onderscheidende positionering van die supermarkt in dat hele voedsellandschap versterkt. Dan heb je ook nog gewoon supermarktformules. Ik had het er met de boeren over, die ik van tevoren even geïnterviewd heb, maar die kenden dit nog niet. In Antwerpen, aan de Groenplaats, zit een vestiging van de flagship, zoals dat dan heet. Dus de vlaggenschipformule van Colruyt. Dat is de korte ketenformule. Colruyt die heeft ook BioPlanet voor biologisch, maar die hebben ook Cru. Dat is een super... ja, walhalla van smaak, van korte keten, van lokaliteit, van verhalen die verteld worden. Jullie moeten er naartoe gaan. Het is de winkelmanager heeft ook een hotelmanagement opleiding gedaan. Ik heb hem gesproken, dus hij weet alles van hospitality, van je op je gemak voelen in de winkel. Je bent zijn gast, je mag proeven. Het is een totaal andere manier om met voedsel om te gaan dan in de gemiddelde supermarkt. Dus ik denk dat producten uit het grenspark zeker in aanmerking komen dat we zeker een keertje bij Cru moeten gaan pitchen van jongens, hoe komen we bij jullie binnen? Nou wil ik nog twee onderwerpen even behandelen. Dat had Merten ook gevraagd. Dat is zeg maar de regionale identiteit en de organisatievormen. Maar daar ga ik iets korter op in. Want daar zijn zoveel voorbeelden van te geven. Dat gaat alle kanten op. Maar ik wil jullie toch niet... Ik zit ook bij een project in de Achterhoek. De Achterhoek heeft de ambitie als een internationale hotspot voor foodies. Het Italië van Noordwest-Europa. Nou, toen ik er binnenkom, zei ik, jongens, jullie hebben de lat hoog gelegd. En wat zie je dan als je op internet gaat kijken? Dit. Dan zie je zeg maar Achterhoek streekproducten met een eigen vlag die ontworpen is. Maar het gaat over drop en koffie. Het gaat over drop en koffie. Dus iemand die kaapt zeg maar die bestemming, die locatie, dat gebied, hè, met het coulissenlandschap voor koffie en voor drop. Dus dat moeten we niet hebben. Er is duidelijk een reden om zeg maar een gebiedsmerk te gaan doen. Want je wilt echt absurde claims, die wil je gewoon aan kunnen pakken. En je wilt jezelf onderscheiden. Een plek waar ze dat heel goed doen is in Baskenland. Daar ben ik geweest vorig jaar. En dan hebben ze overal, hier kunnen jullie het zien... Het label en ook met een aantal minimum eisen per productcategorie hebben ze dat heel goed gefine-tuned. Het nadeel hiervan is dat ze zijn 30 jaar bezig geweest om de merkwaarde dus van dit zeg maar in de markt te zetten. Dus mijn conclusie is, dit werkt vooral om zeg maar het aanbod heel goed op orde te krijgen, dus de transparantie, et cetera. Maar om er een merk van te maken, dus dat de eindconsument hier ook meerwaarde aan wil toekennen, dus een hogere prijs wil betalen, heb je eigenlijk, is een beetje een prikkelende stelling die ik hier neerleg, heb je merken van boeren nodig, dus de boeren zelf. Remeker is daar een heel goed voorbeeld van. Dus Remeker, dat is van Jersey koeien, rauwmelkse kaas, biologisch kaas, uit een mooi landschap. Dus, maar dat verhaal
Dat wordt samengevat in het woord Remeker. Nou, wie weet wat Remeker is. Remeker is een oud Gelders woord voor ommuurde akker. Dus, maar dat weet niemand. Maar iedereen in de wereld van kaas kent Remeker. Dit is ook al 10 keer gekopieerd. Maar allemaal als biologische, rauwmelkse kaas van Jersey koeien. Dus als je het zeg maar in generieke termen blijft zeggen, dan is het te kopiëren. Maar Remeker als merk is door niemand te kopiëren. Als je dat doet, dan krijg je te maken met Jan-Dirk van der Voort. En die zegt gewoon van Remeker is mijn merk, het is exclusief. Dus het nadeel een beetje van dit soort generieke keurmerken is dat bijvoorbeeld ook de hoeveelheid niet beperkt wordt. Iedereen die aan de criteria voldoet, die krijgt dat keurmerk. En dan krijg je van die hele mooie producten een overproductie. Dan krijg je naapen. Dan krijg je dat er te veel. Remeke die heeft al heel vaak te horen gekregen. Waarom neem je niet 200 koeien erbij? En waarom open je niet de vestiging in Vlaanderen? Dat doet hij allemaal niet. Zijn product blijft exclusief. Hij heeft nog nooit met een vrachtwagentje zelf de producten van het erf af moeten rijden. Al 10 jaar lang worden zijn producten altijd opgehaald door de kopers zelf. Dat zijn restaurants uit Parijs. Dat zijn restaurants uit Londen. Dus dit is een super exclusief product. En omdat hij zelf merkhouder is, kan hij dat ook helemaal zo bepalen. Ik geef het even mee als een soort prikkelend, want ik denk dat je naar een gebiedsmerk ook keurmerk toe moet ook, hè? Want anders krijg je die achterhoektoestanden. Maar aan de andere kant heb je ook boeren met sterke merken en dat is ook een heel krachtig instrument. Ik ga afronden. Dit is mijn laatste slide over die organisatievormen. Nou, ik heb hier even heel kort een indeling gemaakt in coöperatieve en in commerciële. En bij die coöperatieve heb ik nog een indeling gemaakt in wat komt er vanuit de boeren. En wat zijn eigenlijk gebiedscoöperaties? Dus dubbel Drenthe, de Drents en de Fruitmotor in de Betuwe, dat zijn gebiedscoöperaties. Dus er zijn verschillende partijen die zeg maar een deel van de coöperatie uitmaken. Gebiedspartijen, waterschappen, maar ook afzetpartijen. Zitten er allemaal in. Nou, de coöperatieve gedachte die werkt heel vaak in theorie op het moment dat er gelijkgestelde economische belangen zijn. En bij die gebiedscoöperaties zijn er aan de ene kant gelijkgestelde belangen, want iedereen wil het gebied promoten. Maar aan de andere kant kan het in detailniveau wel eens schuren. Dus in theorie wordt er van die coöperaties vaak gezegd van ja, ze zijn niet homogeen qua lidmaatschap. Dus zijn die wel een lang leven beschoren. Maar ik denk juist dat hier een uitdaging zit. Ik heb een tijdje geleden een seminar georganiseerd over die coöperaties. En toen kwamen we erachter, hier zit de uitdaging. Dus bij de gebiedscoöperaties, alle dubbel Drenthe en de Fruitmotor. Maar er zijn ook coöperaties van louter boeren, dus met een homogeen belang. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Proefschuur, die zat in Voorne Putten. O-Regionaal, die zit in Nijmegen. Het leuke van O-Regionaal is dat ze ook Duitse leden hadden. Ik heb op de website gekeken, maar volgens mij hebben ze nu niet meer. Maar dat is een gebiedsoverschrijdende coöperatie, of een grensoverschrijdende coöperatie was dat. En dan heb je ook nog Boerenhart in de Gelderse Vallei. En de namen die in het rood staan, zijn inmiddels failliet. Dus, dan weten jullie het. De boeren die in een coöperatie streekproducten gaan verkopen, dat moeten we heel goed opletten. Want de Proefschuur, ik heb mezelf begeleid, dat zijn boeren die hebben dat 3 jaar lang op een hele zorgvuldige manier gedaan, zonder geen enkele subsidie, dus je hebt het zelf allemaal betaald. De Proefschuur die leverde aan supermarkten in de regio, die leverde aan restaurants in de regio, maar na 3 jaar kwamen ze erachter, het volume is niet groot genoeg, we kunnen het niet in stand houden. Toen bleek dat ze dus bij de supermarkt altijd met het hoofd inkoop gesproken hadden en nooit met de formulemanager, de les die ik toen straks aan jullie al deelde. Die coöperaties van boeren die moeten echt ondersteund worden om niet de fouten te maken die iedereen maakt. Nou, Boerenhart, Gelderse Vallei, ik weet niet of jullie die coöperatie kennen, is behoorlijk succesvol. Maar inderdaad, tot mijn grote spijt, hoorde ik eind vorig jaar dat ze met een tonnen verlies
op het rand van faillissement stonden, want iemand had even niet opgelet. Ja, ik vind het een absurde argumentatie, maar iemand had even niet opgelet. Gelukkig is die coöperatie overgenomen door een evenementenpartij, een partij die evenementen organiseert. En ik vind het zelf ook een wonderlijk verhaal, want juist in COVID-tijd hebben we geen evenementen, maar dat is een partij die gewoon nu die coöperatie eigenlijk gewoon heeft overgenomen en de boeren zijn super tevreden. Hun schulden zijn inmiddels al terugverdiend. En het is dus iemand buiten de boerenstand eigenlijk die hier orde op zaken heeft gesteld. Nou, dan heb ik nog eventjes tot slot dan, Richard en Matt, en als jullie mij nog even aan kunnen horen, heb ik hier nog een aantal commerciële partijen. Distreco in de Achterhoek, ik weet niet of jullie het kennen. Dat is een groep biologische boeren die hebben op een gegeven moment al hun productstromen gekoppeld. En die hebben een commerciële partij, een oud supermarktmanager, bereid gekregen om dat rond te rijden. En dat is een model wat gewoon al 25 jaar draait en dat ook gewoon uit kan. Dus die distributeur, die heeft gewoon een inkomen. Die heeft nog 2 mensen in dienst, dus dat is gewoon misschien interessant om naar te kijken. Dat is Distreco in de Achterhoek. Willem en Drees heb ik het al over gehad. Die zijn op een gegeven moment overgenomen door Ecomenu. Nou, Ecomenu, dat is een boodschap. Een online boodschappenwinkel die volgens mij heel goed draait. Handelsluizen Atlantis kennen jullie misschien, medeoprichter van de Taskforce Korte Ketens. Die is failliet gegaan omdat die had zich louter gericht op de institutionele markt, dus de ziekenhuizen. Ik heb deze presentatie vooral gefocust op de supermarkten. Maar die institutionele markt is net te laat. Er is volgens mij nu net weer een herleving van die markt als afzetkanaal. Ik heb van de week een post gedaan op LinkedIn over het gevangeniswezen, die een hele grote call heeft uitstaan van 3 miljoen of 30 miljoen, dat ben ik even kwijt nu. Die willen streekproducten in de gevangenissen gaan introduceren. Dus maar goed, voor Handelshuis Atlantis net te laat. Die zijn failliet gegaan. Nou, rechtstreeks uit Holland kennen jullie misschien. Dat is een korte keten initiatief. Dat heeft onlangs een impuls gekregen van een investeerder. Een paar ton. Dus die zijn nu heel erg aan het uitbreiden. Boerschappen. Die hebben ook een impuls gekregen van een investeerder. Komt oorspronkelijk uit Brabant. Is nu over heel Nederland aan het uitrollen. En de streekboeren in Groningen, Friesland en Drenthe. Is ook een initiatief. Wat zeg maar in feite dus voor boeren een aantal taken uit handen neemt en daar ook een boterham aan weet te verdienen. Maar in principe zijn dit allemaal initiatieven die heel erg transparant zijn over die margeverdeling. En het zijn eigenlijk sociale ondernemingen die erin zitten om die boeren een eerlijke prijs te geven voor alle inspanningen die ze doen. Nou, jongens, ik kan er nog uren over doorpraten. Maar dat doe ik niet, want Merten die heeft tegen mij gezegd dat hij op een gegeven moment gewoon de stekker eruit trekt. Dus ik bedank jullie voor jullie aandacht. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dankjewel Jan-Willem. Keurig binnen de tijd. Ik kan zien dat ik je goed opgefokt heb van tevoren. Opgevoed. Dankjewel. Kan je scherm misschien unshare? Ja, dankjewel. Je hebt ons heel erg veel voorbeelden laten zien in toch een korte tijd. Waarvoor dank. Het wordt allemaal opgenomen, ook deze sessie. Dus mensen die het nog eens rustig terug willen zien, dat kan straks vanaf morgen, denk ik, via ons YouTube-kanaal en de website. In de chat vroeg ook al iemand zich af halverwege van die supermarkt Markt met een Q. Is dat eigenlijk, doet hij dat ook al niet? Zo'n kortere ketens en met een beter verdienmodel voor de boer. Jan-Willem, klopt dat? Ik sta aan, geloof ik, hè, of niet? Ja, je staat aan. Oké, nou, Markt, inderdaad. Ja, ik ben natuurlijk onderzoeker, dus ik lees altijd, probeer precies te lezen en dan te duiden wat ze nou precies dan doen of niet doen. Maar Markt is eigenlijk een spin-off, zou je kunnen zeggen, van Albert Heijn. Dus het is iemand die bij Albert Heijn het vak geleerd heeft. In zijn communicatie heeft hij wel die korte keten
zeg maar. Maar in de uitwerking is het als volgt, dat de Sligro groep heeft een concept Mijn Boer. Dat zijn door heel Nederland zijn dat boeren. En die leveren ook aan markt. Die leveren trouwens ook aan de MT. Dus ja, ik zeg altijd tegen mensen, als je gewoon dezelfde groente wilt hebben als in de markt, maar je wilt er niet voor de marktprijzen voor betalen, ga dan naar de MT. Dat is precies hetzelfde assortiment. Maar ja, dus het is zeker een supermarkt die dus dat segment helemaal bovenin, wat ook cru bedient, heeft weten te vinden. Maar zoals jullie misschien weten, is het op een gegeven moment is markt overgenomen door InBev, dus de grootste bierbrouwer van de wereld. En die zag er kennelijk opeens ook iets in korte ketens en in streekproducten, streekbiertjes misschien wel. Ik weet niet precies hoe ze die link hebben gelegd. Dus ik vind het zelf, het toont aan dat er hier een markt zit, maar qua uitvoering ik ben er heel erg voor om boeren te helpen om zeg maar de marktdynamiek te snappen, maar je moet denk ik wel in de kern authentiek blijven en daar ook gewoon misschien open over communiceren voor de mensen die het echt allemaal willen weten. En daar zaten zij een beetje mee te rommelen. Ja, want wat me ook opviel in je verhaal is dat je het hebt over transparantie. Dat is echt een wezenlijk aspect van die korte ketens, om het goed te doen. Maar tegelijkertijd heb je die massaconsument die eigenlijk geen tijd heeft om die verhalen aan te horen. Dus hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat je, nou ja, je hebt een paar voorbeelden van gegeven hoe het kan. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe mensen reageren op wat je net hebt verteld. Op al die verschillende afzetkanalen ook, die mix die je hebt laten zien. En welke dan interessant zouden zijn voor het grenspark. Voordat we naar de ondernemers gaan, zou ik even een consument aan het woord willen laten. Wie is Sanders? Je zat net ook al in de chat. Wat had je een vraag over kilometers? Jij bent net een tijdje geleden verhuisd van Rotterdam naar Antwerpen. Dus jij bent eigenlijk de consument waar we het van moeten hebben vandaag. Kun je daar even in beeld komen, Wies? Hi. Ja, mijn video doet het niet. Video doet het niet, maar we hebben een foto van je. Ja, die is al 10 jaar oud, als het niet langer is. Dus nou durf ik ook niet meer in beeld te komen. Ja, ik dank voor jullie verhalen in ieder geval. Vond het heel interessant. Tot nu toe. Kan je er wat mee als consument wonende in Antwerpen? En ben je wel eens in Cru geweest, Wies? Ben je wel eens in Cru geweest? Ja, ik hoor nu. Ja, ik kom er regelmatig. Maar van jou hoor ik als eerste dat het streekproducten zijn. Daar adverteren ze totaal niet mee. En die prijs die heb ik ook niet. Dus, nee, maar dat is het mijn punt. Zij zitten heel erg op, wat ik zei, hospitality, genieten. Dus op. Kijk, ik las toevallig van de week nog weer. Dat zijn dan de ego-argumenten. Dus je denkt met het grenspark, ik ga eco-argumenten ga ik verkopen. Maar misschien moet je ze verpakken in ego-argumenten, zoals dat heet. Dus lekker, gezond, statusverlenend. Als je mensen uitnodigt bij je thuis om te eten. Hè, als je dan met een presalé rund uit het grenspark komt en je geeft een dinnerparty thuis. Ja, dus dat verhoogt je status. Je moet het misschien in die hoek moet je het zoeken. En cru, die bedient dat. Die bedient dat. Ja. Voor de rijke Antwerpen. Absoluut een delicatesse zaak, zeg maar. Zo zet het zich absoluut in de markt. Dus klopt. Maar voor mij zou het een reden zijn om vaker naartoe te gaan als het NN is. Dat ik ook weet dat het uit de regio is. Want zo. Aanvankelijk wilde Cru per vestiging eigen korte ketens hebben. Jaren geleden hebben ze dat plan ontvouwen. Nou, toen was ik super geprikkeld om het te volgen. En volgens mij is het nu zo dat ze gezegd hebben, ja, dat is te inefficiënt. Dus we kiezen gewoon voor heel België, of in ieder geval voor heel Vlaanderen, kiezen we gewoon toeleveranciers. Zodat we, zeg maar, de volumes iets groter houden. Dan kunnen we ook iets extra's vragen van die boeren in de manier waarop ze telen of in de manier waarop ze het, zeg maar, verpakken. Als die volumes
volumes iets groter zijn. Dus volgens mij brengen ze nu de spullen naar al hun vestigingen. Dus Brussel, Gent en volgens mij hebben ze nog 2 vestigingen. Mm-hmm. Dus hetzelfde eigenlijk als Markt in Nederland, die op een gegeven moment gewoon een nationaal netwerk van boeren heeft en dan in een korte keten dat zeg maar verkoopt. Dus vaak zijn dit soort specialiteitenwinkels, die moeten gewoon landelijke dekking hebben, want anders kan het niet uit, zeg maar. Je kan niet in elke Vlaamse stad met zoiets aankomen zetten en dan per stad in een straal van 25 kilometer de boeren selecteren. Dan ben je gewoon de hele tijd de boeren aan het selecteren. Ja, en Wies, kom je ook wel eens in het grenspark? Of, ja. Nou ja, kijk, die kilometers vind ik toch wel van belang. Want als het uiteindelijk toch altijd weer gaat om schaalgrootte, dan is een korte keten toch weer lang qua afstand. Dus daar begrijp ik helemaal niets van. Ja, maar is de lage landen, die zijn samen, denk ik, de lage landen, dus Nederland, Vlaanderen, zijn samen, denk ik, niet veel groter dan Bretagne. Nou, in Bretagne accepteren we dat, zeg maar, de Bretonse culturele erfgoed, zeg maar, dat gewoon over heel Bretagne gaat. Die Fransen die... Nee, maar dat ik onderbreek, maar het gaat mij niet om mentaal. Het gaat mij letterlijk om, ga je met de auto, met vrachtwagens en grote vrachtwagens, of kun je met fiets, of in dit geval met grenslandvaart, even doorgaan op wat Merten vraagt, kun je met de boot bijvoorbeeld. Weet je, het gaat puur om de mobiliteitskeuze van je producten. Ja, goed punt, Lies. Ja. Dankjewel. Ik ga ook even door naar volgende mensen die een handje hebben opgestoken of iets in de chat hebben gezet. Alexander heeft een handje opgestoken en Joep die produceert friet in het grenspark. Joep Steijaert, wil je daar wat over zeggen? Jazeker. Zijn jullie, of ben ik verstaanbaar ondertussen? Denk het wel. Hè? Ja hoor, heel goed. Mooi zo, helemaal perfect. Nou, het leek me wel een mooi moment om even hierop aan te haken na het inspirerende verhaal van Jan Willem. Afgelopen jaar zijn wij zelf begonnen in het grenspark. Ik samen met mijn broers en mijn vader zijn akkerbouwer in het grenspark zelf. En op een gegeven moment in de coronatijd, in de pandemie, kwamen we eigenlijk met de hele schuur vol aardappels te zitten. En daarvoor hadden we al eigenlijk het idee van, ja, hoe kunnen we nou het landbouwbedrijf meer toekomstbestendig maken? Of hoe gaan we in ieder geval er meer mee om, dat we eigenlijk in de toekomst, langere termijn, ook daar meerwaarde in kunnen creëren? Nou, op dat moment was het gewoon alle puzzelstukjes die samenvielen, waarbij we dus daadwerkelijk onze eigen aardappels zijn gaan snijden. Normaal gezien worden die geleverd rechtstreeks aan de grote wereldspelers. Die worden een half jaar of langer of soms iets korter bewaard in de schuur. En dan gaan ze via verschillende schakels om uiteindelijk op het bord te komen bij de consument. En we dachten, dat kan veel beter. Zeker omdat we zulke mooie kwaliteit aardappels hebben in het grenspark. Die Zeeuws-Vlaamse kleigronden. Hoe kunnen we dat nu zelf daarmee aan de slag gaan? Dus dat was eigenlijk het perfecte moment daarvoor. En eigenlijk precies alles wat Jan Willem in het uur hiervoor beschreven, hebben wij zelf ook doorgemaakt. Waarbij je dus eerst gewoon rechtstreeks zo snel mogelijk wil gaan leveren aan de consument. Dus de eerste maand hebben we gewoon alles aan de deur bezorgd. Daarbij was ook gelijk de lokale supermarktondernemers die enthousiast werden. Die geven ons daar ruimte voor. Dus zijn we daar gaan leveren. Maar inderdaad, het waterbedeffect is daar ook weer mooi zichtbaar. Dat je dan ziet van, ja, op een gegeven moment de horeca is dicht. Veel mensen zijn bereid om dat allemaal thuis te laten komen. Of in de supermarkt schaffen ze de friet verder aan. Maar zodra de horeca open gaat, ja, dan zie je dat weer verder verschuiven. Dus het is altijd de combinatie van die verschillende afzetmarkten. Dus toen zijn we op die manier verder gaan ontdekken. En, hoe ziet die mix er bij jullie uit, Joep? Hoeveel zetten jullie nou in feite in de regio af en hoeveel daarbuiten? Ja, eigenlijk is alles sowieso in de eigen regio. Zeker in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, in die regio zijn we begonnen. En zo is het eigenlijk verder opgeschaald, ook in heel Zeeuws-Vlaanderen. En de afzetmarkten die zijn gigantisch daarvoor. Maar dan moet je wel de goede keuzes daarvoor maken. Dus dat zijn we afgelopen jaar druk mee bezig geweest en drukke ontwikkelingen mee geweest. En doen voornamelijk met twee jongere broers.
waarvan de jongste het landbouwbedrijf verder gaat overnemen. En zo hebben we een heleboel stappen erin gemaakt. Dus het is ook hartstikke leuk om in ieder geval die inspirerende voorbeelden zo te horen. En in ieder geval daar ook verder mee aan de slag te gaan. Dus ook om als meerwaarde te fungeren voor het grenspark op zich. Dus dat is wel interessant. En daarnaast vind ik het ook interessant over het voorbeeld wat wordt gezegd over die afstand en die reistijden. En hoe ga je dan om met je afzetmarkten? Ik weet niet of het mogelijk is dat ik even heel kort mijn scherm kan delen. Want ik heb daar al meer hobbymatig ook even een kaartje van gemaakt. Van wat nou de reistijden zijn vanuit het grenspark bekeken. Even kijken. Thomas, kan je gedeeld nu? Co-host maken? Ja. Okay. Wordt die gedeeld nu? Oh ja. Wauw. Nou ja, je hebt met reistijden heb je gewerkt. Ja. Ja, 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 precies. Nee, dus vanuit hier, dit is het eigenlijk het grenspark op zichzelf. Ja, net iets groter dan dit. En ik heb even die grens ook erbij aangegeven van Oost-Zeeuws-Vlaanderen, van de gemeente Hulst. En vaak wordt er alleen gekeken van ja, Zeeuws-Vlaanderen ligt in een uithoek of in een krimpregio. Maar ja, als je het zo bekijkt, dat is ook een mooi voorbeeld, net als het voorbeeld van de kaart om te draaien. En ja, zo zie je dat eigenlijk Antwerpen, die ligt binnen 30 minuten reistijd, heel Antwerpen. Ja, dan en Gent ook binnen die 40, 50 minuten. En dan ga je heel anders kijken naar een gebied. Dus dat is goed, interessant voor onszelf om erover na te denken. Van ja, in eerste instantie willen we gewoon snel aan de slag om in Zeeuws-Vlaanderen daar verder mee te gaan. En de kwaliteit staat voorop en die korte keten. Zeg, goed, Joep, de vraag van mensen in de chat is van, is dit met de auto of met de fiets? Of? Het is met de auto. Met de auto, ja. Oké. Ja. Met de fiets ben je wel een uurtje bezig vanuit Antwerpen misschien. Ja. Maar dat is misschien ook wel lekker. Dankjewel Joep voor je bijdrage. Ook goed dat je er kaartjes van maakt. Daar ben ik een fan van. Alexander, jij komt straks ook nog een keer aan het woord na de pauze. Maar wat heb jij op te merken over wat er verteld is door onze sprekers? Je staat gemute volgens mij. Klopt dat? Wel, ik hoor je niet. Nee, ik ook niet. Alexander. Staat je microfoon misschien uit? Nee? Zeg nog eens wat. Nee, we verstaan je helaas niet. Gaan we eerst even naar een opmerking van Mark Eker. En dan kan Alexander even kijken hoe hij zijn geluid kan aanzetten. Misschien kan Thomas hem daar even bij helpen, indien nodig. Mark. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een boek geschreven over het grensland, hè? Ja, zeker. En dat is, ik volg dit vooral vanuit twee perspectieven. Hè? Dat grenslandboek en de perspectieven die we daar hebben bedacht. Maar ook eigenlijk vanuit die korte ketens. Gewoon hoe we überhaupt met boeren en de toekomst van boeren omgaan. Dus het is tweeledig. Maar ik vroeg me af. Met name ook aan Jan-Willem, maar eigenlijk ook aan de mensen die in het grenspark zitten, of die dubbele culturele oriëntatie zeg maar nog een rol speelt bij jullie hele, je zou kunnen zeggen, in ieder geval bij Jan-Willem voor de vermarkting. Hè? Ik kan me voorstellen dat doelgroepen in beide landen anders kijken en dat kan je frustreren, maar het zou je ook kunnen helpen als je je daar bewust van bent. Zou dat het concept kunnen verrijken, is mijn vraag eigenlijk. En sowieso, maar daar gaat dit nu niet over. Denk ik dat een van de conclusies was van we hebben eigenlijk een soort automatische reflex altijd gehad tot samenbinden en overschrijden. Maar, en dat is heel mooi, want dat is natuurlijk wat we soms moeten doen. Maar soms moeten we ook verschillen koesteren en die misschien wel eens op sommige gebieden uitnutten en in sommige, laten we zeggen, grensdoorsneden ook. En ik vroeg me af of dat ook ontwerpenderwijs mee kan spelen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die doelgroepen. Dus dat is even mijn opmerking en vraag tegelijk. Jan-Willem, kan je daar op reageren? Nou, ik ga inderdaad. Luistert en nu is de audioverbinding weggevallen. Nee hoor, hij is juist niet. Komt nu even in beeld, want hij heeft zijn geluid met aanstaan. Ja. Je zit bij mij een voicemail in te spreken, denk ik.
Ik ga even in op die dubbele culturele oriëntatie, want dat is inderdaad leuk dat je dat opbrengt. Zeg maar, en ik scherp het even aan. Er zijn mensen die duiden de korte keten en de regionale voedseleconomie als een vorm van gastronationalisme. Dus de Nederlanders eten Nederlandse spullen en de Vlamingen eten Vlaamse spullen. En dat kwam ook uit. Ik heb ook iemand gesproken hier van tevoren, Emiel, en die zei dat volgens mij ook. De Vlaanderen die zullen de Vlamingen, dus de Belgen, die zullen van de Vlaamse boeren spullen kopen, maar niet van de Nederlandse en omgekeerd. Dus ik zet dat even scherp aan, maar het tegendeel is meestal waar. Dus ik doe een masterclass in de Achterhoek en de Duitsers zijn eigenlijk de grootste klanten van die Nederlandse boeren die daar zich ook op de Duitse markt richten natuurlijk. Dus het boerenijs, dat krijgt een Duitsstalig etiket. De gedroogde worsten uit de Achterhoek, die krijgen een Duitse uitleg, een Duitse ingrediëntendeclaratie. En het is juist een enorm groot potentieel. Dus mensen vinden het toch leuk om net iets anders te proeven. En ik denk ook dat sommige van die streekidentiteiten en die streek, als je echt kijkt naar wat er op het menu staat, waarschijnlijk grensoverschrijdend is, al eeuwen. En dat eigenlijk door de opkomst van de nazistaat eigenlijk die grenzen zo sterk getrokken zijn. Ik kom daar met hele grote trends aantrekken, maar ik denk dat dat zo is. Ik denk dat bijvoorbeeld het Neder-Saksische, dat is gewoon, dat begint in Drenthe, Overijssel, en dat gaat zo door naar Hamburg. Dus de hele Neder-Duitse cultuurgebied. Er is onder intellectuelen wordt er gezegd, ja, dat die streek, die korte ketens, wordt het niet gekoppeld aan de opstand van de boeren en een soort gastronationalisme? Nee, ik denk juist dat mensen, dat het proeven van het eten van je buren, dat het juist verbindt. En dat het juist iets leuks is om in de supermarkt net een andere, bijvoorbeeld, ja, ik koop altijd in Vlaanderen mayonaise, want die smaakt net iets lekkerder dan Nederlandse mayonaise. Ik denk juist dat het verrassende verbindt. Ja. Maar goed. Ja, ik denk dat het nog genuanceerder is. Ik denk wat dat betreft dat de Duits-Oost-Nederlandse relatie en over de grensrelatie echt anders is. Maar volgens mij is het interessant om je daar ook nog verder in te verdiepen. Want het zal waarschijnlijk een gemeenschappelijke noemer zijn die je ook nog kunt ontdekken weer. Hè? Dat is precies wat jij zegt, voor de nazistaat. Maar tegelijkertijd is die nazistaat natuurlijk ook al twee eeuwen een realiteit. En zit daar een soort, laten we zeggen, gastronomische plus op Vlaanderen die wij inmiddels niet hebben. Hè? Dus zoiets. Dat lijkt me goed om die formule leuk mee te verkennen. Leuk. Ja. Mag ik er even op inhaken? Zeker. Ja. Wat ik daarmee bedoelde, Jan-Willem, als biologische telers leveren wij ook richting België, richting Brava. En dan krijg je het, dus dan verzuip je eigenlijk in het grote geheel. En dan krijg je dus wel onderscheid tussen Vlaams en Nederlands product. Terwijl je Nederlands product misschien net zo goed is. We maken het nu mee met de afzet met de aardappels bijvoorbeeld. Dat ze toch per se Vlaams product in die supermarkt willen zetten. Natuurlijk als je uit een Saftingen product of Saftingen mindset gaat werken, dan maak je het als één geheel. En dan kun je dat onderscheid weer maken. En ik denk dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Ja, oké. Okay. Alexander, heb jij je geluid inmiddels wat werkt? Geluid wel? Ja. Geluid wel, dus je hoort mij nu. Zeker, werkt. Prima. Nou, ondertussen zijn er... ik zal me even voorstellen, Alexander Kerpentier. Ik woon dan over de grens. Ik ben ook streekholder, net zoals Emiel en nog anderen die hier meedoen aan het panel of aan het gesprek, denk ik. Ja. Maar het is heel inspirerend, moet ik wel zeggen, zeker van Jan Willem, en die toch heel veel ervaring heeft. Nu, we zijn zelf ook actief in het korte ketenverhaal en ook in producten. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar ook met Smaak van Waas is een van de concepten dat hier al gelanceerd is. En dat is ook eigenlijk dan aan de
Vlaamse zijde, hè, dat er ook probeert met grensoverschrijdende zaken bezig te zijn. Dus dat lukt wel. Samen ondersteund door het grenspark. Maar ik vond een eerste vraag aan Jan Willem. Dus je hebt heel veel zaken gezien, bestudeerd. En ik vraag me toch af, zou er een groot onderscheid zijn aan de wetgeving en andere zaken waar dat je tegenop loopt in Vlaanderen dan tegen in Nederland? Ik weet niet hoe vlot dat het allemaal verloopt bij jullie in Nederland. Als ik zie dat jullie korte keten vooral zo snel van grond afkomen, bij wijze van spreken, dan vind ik het toch altijd een moeilijke oefening of een moeilijkere oefening hier in Vlaanderen. Nu, ook de vermarkting, het management en ik denk ook wel een stuk in het mentaliteit van de koper. Rechtstreeks van de boer of zo. De beleving is bij de Nederlandse kant toch wel veel hartelijker, denk ik, dan in Vlaanderen. Goed, het kan mis zijn. Ik wil ook niet te negatief zijn. Maar ik vroeg me ook af voor Wies. Hè. Wies zegt, ja, die voedselkilometers. Nu vroeg ik me af, als Wies de bevraging doet van, ja, kijk, ik wil wel weten waar dat korte keten vooral vandaan komt en waar dat ik dat kan verkrijgen. Als zij dat ervaart van weinig kennisgeving, hoe zou zij wensen dat dat daar terechtkomt? Hè? Ook met grenspark werken of wordt er samengewerkt aan een grensoverschrijdend concept. Dus het is wel is leuk te horen van een consument om te weten van hoe kan dat tot bij jullie komen, denk ik. Dus dat zijn een paar dingen die bij mij opkwamen. En ik vind het wel goed, interessant om te horen hoe dat die ervaringen zijn. Want zoals u ook aangaf, Jan Willem, ja. Ik moet u in de schoenen zetten van de consument en niet van de producent. Want ja, goed, je kunt altijd wel eens gewoon belevingsverhaal gaan vertellen van één. En het is terecht wat Joep vertelt, de Zeeuwse klei. Maar goed, dat gaat net over de grens ook, want dat is dezelfde zee geweest. Maar dat is zo, dat is een terroir, zoals ze in Frankrijk zeggen. Hè. Dus die wijn die komt ook van een bepaald gebied in Frankrijk en die zijn er ook fier op. En dat kunnen wij net zo goed zijn, al is dat er een grens tussen zit. Dus inderdaad, toch is die klant er gevoelig voor, hè, voor dat verhaal. Maar hoe breng je het dan op de correcte manier over aan de consument? Of beleef je het of laat je het beleven door de consument? Vind ik altijd een interessante oefening. Ja. Ik kan eerst even misschien ingaan op dat u zegt van in Nederland pakken ze het beleid serieuzer op dan in Vlaanderen. Want ik denk dat ik zit ook in een grensoverschrijdend netwerk. Dat heet Stadslandbouw Nederland. En we werken samen daarin met de VVSG, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gewesten. En de Nederlanders die dan terugrijden en zitten we met z'n allen in een busje. En dan zeggen we van, wat hebben die Vlamingen het qua beleid toch goed op orde. Dus vorige keer hadden we het over landbouwparken. Dat concept is in Vlaanderen serieuzer in een beleidscontext wordt dat onderzocht dan in Nederland. Vlaanderen loopt daar gewoon vier jaar voorop. Steden als Gent, die gewoon met een voedselbeleid bezig zijn. Het is helemaal keurig volgens het boekje. Ik weet niet hoe het bij jullie als boeren landt, maar zeg maar onderzoekers, beleidsmakers die hiermee bezig zijn, die zeggen van Vlaanderen, jullie doen het geweldig. In Nederland is de korte keten is beleidsmatig oppervlakkig verankerd. Want wij zijn een exportland, eigenlijk ook wat Vlaanderen is. Het is oppervlakkig verankerd. In Nederland hangt het af van ondernemerschap. Dus het zijn de ondernemers die het zijn gaan doen. Ja. Ik ben ook met ondernemers in Vlaanderen geweest. We zijn bij Cru geweest. We zijn bij zo'n jenever stokerij geweest, volgens mij, die ook een kalvermesterij had. Ik weet niet of je die kent. Maar, die boeren die zeiden van precies. Ja. Maar die boeren die zeiden van het ondernemerschap in Vlaanderen is voor ons geen voorbeeldje, Willem. Dus op de weg naar huis zeiden ze van ja, dat kunnen wij beter. En het was rommelig op het erf en dit en dat. Dus misschien is het meer ondernemerschap dan beleidscultuur. Dus de beleidscultuur bij jullie is gewoon beter op orde. Maar als ik het dan zo mag generaliseren, want dat vroeg u een beetje. Wat u zegt. Maar er zit ook een heel sterk verhaal in mentaliteit van de steden. Hè? Als je de steden vergelijkt zoals Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel. Ja, als ik het in die qua kilometers trek, dan in Gent zijn ze, ik wil ze niet verkeerd benoemen, maar iets alternatiever. Of willen ze toch iets anders een tour op gaan als ze in Antwerpen gaan. Dat moet het ietsje misschien.
ook weer niet verkeerd bedoeld, maar iets chiquer zijn, zoals dat wij het zeggen. Hè? Dus er zit in dat mentaliteit zit er net zowel dat je strek er net verteld, hè, dat Emiel zegt, van dat grensgevoel, voor ons is dat er misschien niet, maar voor die consument is dat er misschien wel. Dus er zit altijd zoiets in, ja, en dat kan misschien of toch wel door een merk zoals al, ja, toegegeven door Smaak van Waas, hè, als het grenspark overschrijdend is, misschien anders benaderd worden. Maar ik, ja, zie het vooral als een domein om speels mee om te gaan. Hè? Dus het zijn dingen die je eigenlijk ook leuk kunt proberen uitproberen. En dan, ja, kijken van of de Antwerpenaren inderdaad op andere dingen. Dus ik spreek ook boeren die bijvoorbeeld in Rotterdam, biologische boeren, die halen de vlag van biologisch weg. Want een Rotterdammer die biologisch ziet, die loopt er omheen, want die denkt, ja, dat het te duur is. In Amsterdam moet je juist biologisch alles benoemen, want de Amsterdamse consument die koopt correct in. Die wil gezien worden van, ik koop biologisch in. Dus zet het maar op de verpakking, zet het overal maar op de tas, zet het overal maar op. Dus het zijn gewoon verschillen. Hier gaan we in dat soort andere aspecten gaan we na de pauze nog meer over hebben. Aan de hand van een aantal voorbeelden en ook in gesprek met boeren en andere mensen uit het gebied. Ik stel voor dat we 10 minuutjes pauze nemen ongeveer tot 11:25. En dan heeft iedereen even tijd om een kop koffie te pakken, naar het toilet te gaan, benen te strekken. En dan zien we elkaar zo meteen terug. En dan gaan we in gesprek met Wes Korrel van Boeren van Amstel. Tot zo meteen. Kan Wes nog even antwoorden of mag ik Wes nog even spreken? Ja. Want zij doet wel daar een opmerking, heb ik gelezen, boeren en buren. Dus ik had ook een vraag aan u, Wes, en ik heb gelezen dat je inderdaad boeren en buren daar misschien beschrijft. Maar het is ook zo dat boeren en buren er een 30% op aanrekenen om er iets aan over te houden, dat is voor de organisatie. En dat mikt natuurlijk al direct in de winstmarge of in de marge richting van de landbouwer. En dat is soms ook een moeilijke oefening. Dus okay. Ja, goed. Het is een organisatie, ja, en doet het goed. Ja, ja, ze zijn redelijk transparant over de marges, maar ik weet natuurlijk niet wat normaal de marges zijn van de boeren. Dus, maar goed, zij rekenen 25 tot 30% aan. Dus ja, ik weet niet of dat buitensporig veel is. Maar ik kom dus zelf uit Rotterdam en ben dus overgestapt naar Antwerpen, of verhuisd naar Antwerpen. En Rotterdam heb je rechtstreeks, die vond ik wat slimmer, want die gaan gewoon de producten bij de boeren ophalen. Wat qua kilometers volgens mij ook slimmer is. Ja. En om op jouw vraag terug te komen van of ik het gebied ken, zeg maar. Dat is volgens mij ook wat je vroeg. Ja, ja. Persoonlijk heb ik er een studie naar gedaan, dus dat is niet helemaal eerlijk. Maar wat mij vooral opviel was in 2018, toen Fernand Huts die vossenexpeditie deed, ja, dat de halve stad daar naartoe ging. En ik denk dat een dergelijke, meer eventachtige aanpak, die ook niet direct met voedsel te maken heeft, dat wel een crux kan zijn. Je kunt alles wel het centrum van de wereld noemen, maar het blijft toch wel een afgelegen gebied wat ontdekt moet worden. En juist dat ontdekken, dat is wel een kwaliteit, denk ik, van het gebied. Goeie tip, dank u wel. Ik weet even niet of je nog meer vragen had. Of, niet bepaald. Ik vind het. Mijn vraag was gericht, dus ik wou gewoon weten hoe dat u het ervaart om een product te leren kennen of om het te weten komen hoe het in, ja, gelijkwaardig terecht kan komen. En inderdaad, zoals dat gezegd, het voorbeeld van Vossen Tour was gewoon schot in de roos destijds. Ja, dat is een feit. Ja. Dus die vermarkting kan ook, mee willen geven aan het grensparkteam eigenlijk voor hier als ze het willen lanceren, om op die manier eigenlijk te coachen of te proberen. Hè, of, ja. Event. Ja. Misschien leuk om daar even op aan te haken. We zijn met ook een aantal stakeholders of in ieder geval partijen uit de buurt echt die gevestigd zijn in het gebied nu iets aan bedenken om toch in coronatijd nog wel iets te kunnen organiseren, ook in het grenspark. En dan meer in de vorm van een soort Bourgondische wandeltocht, waarbij we toch op verschillende adressen in het gebied langs kunnen gaan, waarbij er toch iets van de identiteit meegegeven kan worden en dat het toch op die manier in leuke activiteit georganiseerd kan worden. En dan merk je gewoon dat er gewoon heel veel energie zit in het gebied zelf.
waarbij elkaar alleen maar versterkt, of elkaar kunnen versterken in ieder geval daarmee. En iedereen op die manier toch sowieso een plaats kan verdienen in het gebied. En dat, daar helpt er heel erg bij dat dat verder ook gestimuleerd wordt inderdaad. Denk je dat een zelfoogstboerderij dat zou kunnen? Want het is natuurlijk wat verder weg wel vanuit Antwerpen. Maar hier in de regio Antwerpen zijn er wachtlijsten om bij dat soort boerderijen aan de slag te kunnen. En het zijn vaak ook tijdelijke boerderijen. Dat kan, maar natuurlijk speelt daar de... Sorry dat ik je recht in speel, maar de kilometers van Antwerpen naar goed. Tussen naar mij, naar Emiel of naar Joep, dat is niet ongelijk. Maar die kilometers en die snelheid van het service is daar denk ik wel een belangrijke in. Ja. Ze kunnen het misschien ook wel aanzien als een uitstap. Hè? Dat even 30 kilometer vanuit Antwerpen of 5, pakt een maximum 20. Dat is niet de grote moeite, maar soms is het wel al te veel, hè? Die 20 kilometer. Het is graag naast de deur. En er zijn ook voorbeelden van een plukboerderij of een CSA-boerderij. Dus die zijn er ook hè, hier in de regio van Ongena. Nu, ik weet niet wat daarmee zit en welk succes dat het daar heeft, maar ja, ik weet het niet. Ik vind het ook, het is een bepaald, ook weer niet verkeerd bedoeld, en zeker niet een belediging, maar ook een bepaald concept en een bepaald publiek dat je aantrekt. En het, als landbouwer of als producent zoekt je natuurlijk een vermarkting en een inkomen te krijgen daarin. Dus op welke schaalgrootte moet het dan aanbieden om daar het inkomen uit te krijgen? Dat is allemaal te berekenen natuurlijk, maar... Dat speelt ook een rol in functie van tijdsinvestering en van werken. Dus dat is wel een belangrijke. Plus, zeker. Plus wie, als dat dan weer 30 kilometer van de stad af is, dan krijg je natuurlijk weer extra kilometers erbij. Hè? Als iedereen twee keer in de week moet gaan zelf oogsten. Ja, kijk, ik kijk natuurlijk als een Hollander naar die mobiliteit. Dus het verbaast me dat iedereen hier zelfs in Antwerpen gewoon een dikke auto heeft. Maar goed, dat ligt ergens anders, geloof ik aan. Daar groeit iedereen in. Autosalon. Ja, het is ongelooflijk. Maar ja, er is gewoon een hartstikke leuke waterbus met een halte in het gebied. Dus dat is een uitje als je die waterbus opstapt. Als je dan daar kunt fietsen naar zelfoogst. Dat is aan het grenspark om dat te lanceren en dichterbij te krijgen. Hè? Dus laat jullie maar gaan opzeggen. Ja, precies. Ik denk dat we heel erg met events bezig zijn en het grenspark gaan promoten. Kijk naar de afstand in het grenspark, als je daar doorheen moet rijden. Ja, zijn natuurlijk wel afstanden die je moet afleggen. En daar zitten boeren met mooie producten. Dus ik vind dat een lastige. En wat jij zegt is, ik heb het zelf in Gent gezien. Gent heeft een aantal gronden uitgegeven. En daar kun je op de fiets naartoe. Dan zit je in een kwartiertje. Dan vind ik het een heel mooi concept dat je daar je groenten zelf gaat oogsten. En krijg je ook die betrokkenheid met de afzet. Dus je probeert... Ja, je probeert hier toch ook te zoeken naar een veel bredere afzet. En dan heb je gewoon te maken met enorme afstanden in het grenspark. Ja, maar uit ervaring leert wel dat... Zeg je, Christian? Even een vraag, want ik zit tegelijkertijd te denken aan andere weinig bevolkte gebieden... waar ook problemen zijn, bijvoorbeeld de toegang tot zorg... Daar kun je de mobiliteit kwestie omdraaien en niet proberen mensen te laten zich verplaatsen om zorg te zoeken, maar zorg naar de mensen te brengen. En ik zie regelmatig nog eens hier naar een SRV-auto rijden, die gewoon een aantal producten bij elkaar haalt in zijn bus en zo een aantal plekken afgaat. Dus het is gewoon even een denkoefening om het om te keren en te zeggen, ik ga de distributie anders inrichten. Ja. Is dat ook onderdeel van jullie denken? Ja. Maar eigenlijk wat vroeger de SRV-bus heette, zou je tegenwoordig een foodtruck kunnen noemen. Ja, ja. Ja. Maar dan iets gemengder en met ook wasmiddel erbij. Nee, inderdaad. Foodtruck. Maar we zijn inderdaad wel met de mobiliteit ook bezig. Hè? We hebben een mobiliteitsonderzoek laten doen. Volgens mij kwam de plaatje van Joep staat er volgens mij ook in. Ja. En daarin overwegen, daarin bekijken we ook wel wat voor innovaties of wat voor mogelijkheden zijn er om die innovatie of die mobiliteit ook anders te doen. Dus daar zit dit ook wel in. Mm-hmm. En er zijn wel voorbeelden te noemen. Maar wat ja.
Maar dat is nog wel interessant. In ieder geval vanuit eigen ervaring weet ik ook wel. Dorpje Paal. Bijvoorbeeld gewoon heel grote horecazaken. Waar echt gewoon qua bezoekers. Gewoon heel veel mensen vanuit België. Van over de grens. De weg weten te vinden. En volgens mij in het grenspark. Weet ook iedereen al heel goed de weg te vinden. En dat kan alleen maar op termijn nog stukken beter worden. Dus ja, zozeer die afstand zie ik niet echt als barrière. Wel voor de dagelijkse voedselvoorziening natuurlijk. Dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen uit Antwerpen twee keer in de week naar daar rijden. Speciaal om het voedsel op te halen. Dan is het meer als uitje of als bezigheid, als combinatie tussen zulke zaken. En dan ligt het wel op zeer korte afstand van ook grotere steden. Oké. Hallo allemaal weer. We zijn we hebben net allemaal koffie gehaald, even pauze gehad. We gaan weer door met het programma van het Grenspark in samenwerking met Community of Practice Landschap als vestigingsvoorwaarde. Voor na de pauze hebben we op het programma staan drie pitches van praktijken waarin natuurinclusieve landbouw, marketing, merken en coöperatief werken onder andere aan bod komen. Twee van die pitches die komen uit onze Landvestors publicatie. Die kan ik iedereen aanraden. Dat zal ik zo in de chat plaatsen. Landvestors zat ook in het programmaboekje trouwens. Gaat over burgers en ondernemingen die mee investeren en ontwikkelen in het landschap. Dus naast de overheden. Dat doen ze globaal gezien in drie vormen. Donaties, crowdfunding en businessmodellen of een combinatie daarvan. Dat werkt vaak nog het sterkste. En je ziet eigenlijk in al die drie smaken dat er ook foodondernemingen en boeren bij zitten met initiatieven. Een tweede van hebben we gevraagd om vandaag mee te doen. Dat is Wes Korrel van Boeren van Amstel en Gilmijk Davids van Verstegen Spices and Sauces. En als derde pitch hebben we Shira van de Witteboer van het College van Rijksadviseurs. Die ons iets zal vertellen over de landbouwpilots die ze daar hebben gedaan. Waar we ook veel van kunnen leren, denk ik. Gil May van Verstegen die is helaas heel druk bezig met zijn ketens in India. Dus die kon toch niet aansluiten, maar die heeft wel wat dingen ingesproken. Dus daar ga ik straks nog even wat audio van aanzetten. Maar we beginnen met Wes Korrel van Boeren van Amstel. Ben je er, Wes? We zijn benieuwd wat jij vanuit jullie coöperatie aan de Amstel kunt meegeven aan het grenspark. Ben ik te horen? Ja, je bent te horen, Wes. Welkom. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Bedankt voor de uitnodiging. Goed dat je er bent. Ja, oké. Nou, ik zal in het kort vertellen wat wij gedaan hebben in Amsterdam. Bij ons, we zitten... Ik heb hier een aardig kaartje van de Amstelscheg. Ik weet niet of dat te zien is. Het groene gedeelte, dat is eigenlijk een taartpunt de stad in, Amsterdam in. Dat zijn drie, vier polders, zeg maar. Wij hebben het eigenlijk het initiatief genomen om de zuivel uit het gebied, het is een veenweidegebied, dus er is alleen maar zuivel, om dat te gaan verwaarden. Je geluid is uitgevallen, Wes. De verbinding is... Het is misschien de verbinding. Nu hoor ik je weer.
Zeg nog eens wat, Wes. Wes? Ja. Wes, kan je even wat zeggen? Best, hoor je me? Nou, dat is spijtig. Ik hoor nu wel weer iets, maar... Oh, dat is Alex. Ik stel voor dat Wes nog even probeert om zijn geluid weer aan de praat te krijgen. En dat we dan nu doorgaan naar Shera. Is dat goed, Shera? Dat was prima voor mij. Goed dat je er opnieuw bent. Vorige keer was je er ook. Dan heb je verschillende parkconcepten aan ons laten zien. Waaronder ook de landbouwparken. Betekent het ook eigenlijk dat er nu iets meer tijd is? Of heeft Giel straks ook wel echt de tijd? Krijgt hij straks ook de tijd om zijn audio te laten horen? Dan kan ik het namelijk iets rustiger vertellen. Ik heb best wel veel slides. Ja, dat is goed. Ik kan het verhaal van Giel mee in 5 minuutjes even samenvatten. Dus dan heb je iets meer tijd. Oké. Ga je gang. Shera van de Wittenboer, College van Rijksadviseurs. Wij zijn vorig jaar hebben we een advies gelanceerd over de landbouw. Die heet Op weg naar een nieuw deal tussen boer en maatschappij. En dat gaat niet expliciet over de korte ketens. Maar ik denk dat het verhaal wat ik jullie wil vertellen daar wel inspirerend bij kan zijn. Ik zal ook eventjes mijn scherm delen. Dit is te zien, hè? Ja. Oké. Het gaat over een advies en 3 verschillende pilots landschapsinclusieve landbouw die we hebben gedaan. Begon met Panorama Nederland, dat hebben we in 2018 uitgebracht, waarin we de grote opgave waar Nederland voor staat, de ruimtelijke opgave, de klimaatadaptatie, vooral gericht op water, energietransitie, maar ook wonen en mobiliteit en de landbouw hebben beschreven. En daarin zetten we een visie neer voor de landbouw naar een nieuw deal tussen boer en maatschappij. Een visie waarin een eerlijk inkomen voor de boer zou zijn en een gezond en aantrekkelijk landschap. Nou, dat voelde een beetje als de beste stuurlui staan aan wal. Dus we wilden dat ook verder gaan uitwerken. Als eerste van wat zien wij als landschapsinclusieve landbouw? Dat is een vorm van landbouw waarbij de productie van voedsel bijdraagt aan een aantrekkelijk, biodivers en toegankelijk landschap met hoge erfgoedwaarde. Landschapsinclusieve landbouw gaat uit van natuurlijke processen en een gezonde bodem. In een landschapsinclusieve landbouw zien we de landschappelijke diversiteit van Nederland terug in het voedselproductiesysteem en omgekeerd. En we introduceren natuurlijk een nieuwe term. Natuurinclusief kennen we, kringlooplandbouw kennen we. Wij komen met landschapsinclusieve landbouw. We zien dat als een verbreding van de begrippen natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Het gaat dus niet alleen over natuur, het gaat niet alleen over het schuiven met mest en grondstoffen. Maar het landschap als geheel wordt daarin meegenomen. Nou, we zijn gestart met 3 pilots landschapsinclusieve landbouw. 1 in de Krimpende Waard op het veen, 1 in Salland op het zand en 1 in de Marne op de klei. En we hebben ook in elk gebied hebben we dus echt ook met stakeholders hebben we gezocht. We hebben met boeren gezocht die dat met ons wilden doen. Want het was nadrukkelijk ook niet iets wat we gewoon in ons eentje wilden gaan uitwerken. En we wilden uitgaan van een integraal perspectief, dus het ruimtelijke perspectief vanuit de landschapsarchitectuur. Agroecologisch en economisch perspectief hebben we het Louis Bolk erbij gehaald, het Louis Bolk Instituut. Het kenniscentrum landschap van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgde de landschaps- en cultuurhistorische analyses voor de gebieden. En daarnaast hebben we dus ook de kennis van de boeren ingezet om de kennis ook van de landbouw ter plaatse ook mee te nemen.
En bij elke pilot was steeds het landschap vormde de basis. Dus de landschapshistorische analyse en de landschappelijke kernkarakteristieken waren het uitgangspunt. We hebben daarbij ook gewerkt met een meetlat. We zijn echt uitgegaan van de maatschappelijke doelen die op dit moment op de landbouw afkomen. Of sommige eigenlijk al heel lang. En we hebben die allemaal ook verzameld. En een deel komt uit het beleid. Voor het klimaat geldt dan het gebied is minimaal klimaatneutraal in 2050. Bodemkwaliteit, dat komt uit de ambitie voor bodem. Alle landbouwbodems duurzaam beheerd en koolstof vastleggend in 2030. Wat het precies betekent, dat is moeilijk te achterhalen, maar je kunt je er wel wat bij voorstellen. Waterkwaliteit, dat alle oppervlaktewater in het gebied in ieder geval moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. Voldoende water. Doelstellingen voor biodiversiteit en natuur, gesloten kringlopen, proberen dat zo regionaal mogelijk gesloten te krijgen. Dus wij zijn uitgegaan van een poging om dat gesloten te krijgen op gebiedsniveau. De landschappelijke kwaliteit en diversiteit behouden en herstellen en beheer en behoud van agrarische cultuurlandschappen. Voedselkwaliteit blijft natuurlijk op hoog niveau. Dierenwelzijn is belangrijk. En last but not least, voldoende economisch perspectief ook voor de agrarische sector. Zonder verdienmodel is dit gewoon ook niet haalbaar. En we zijn dus voor elk gebied zijn we aan de gang gegaan om die gebied specifiek en concreet te maken, die opgave. En de urgenties van die opgave die verschillen ook gewoon per gebied. Dus je hebt dan met name op de zandgronden heb je te hoge stikstofemissies in de omgeving van de Natura 2000 gebieden. Bodemdaling en CO2-emissies, dat speelt vooral in het veeweidegebied. Droogte, dat speelt eigenlijk overal, maar is in bepaalde gebieden is dat leeft dat grotere problemen op dan in andere. Zoals in de veenweidegebieden zorgt het voor hogere emissies. En op de zandgronden is de droogte gewoon... Dat heeft inmiddels een enorm effect ook op de natuurwaarde en op de landbouw. Nou, we noemen het een gebiedsproces light. Want we zijn niet met het hele gebied in gesprek gegaan. Maar we hebben dus wel met boeren en regionale stakeholders als waterschappen, gemeente, provincie... die deden allemaal mee. En het was nog niet afgelopen toen corona startte. Dus daar gingen we mee door in coronatijd. Ging ook. En dit is daar uitgekomen. Een overkoepelend advies en drie pilot publicaties. En ik ga er eentje voor jullie wat nader laten zien van wat we daar nou precies hebben gedaan. Dat is de Krimpende Waard. Dit was het team waar we mee werkten. Inclusief de boeren en regionale stakeholders. Nou, het gaat om een veenweidegebied. Voor het grenspark had ik misschien beter het akkerbouwgebied van de Marne kunnen nemen, maar dit is echt een interessante pilot om te laten zien. De belangrijkste opgaven daar zijn de bodemdaling en CO2-emissies zeer sterk reduceren, de stikstofemissies terugbrengen, watersysteem robuust maken. Dus het gaat dan om een goede waterkwaliteit, verdroging voorkomen en zeker ook voldoende water in het gebied krijgen, houden. Het is daarnaast ook een weidevogelgebied zeg maar belangrijk is om te behouden. Het is een cultuurhistorisch waardevol landschap. En verdienmodellen binnen al deze opgaven ontwikkelen, dat is een grote uitdaging. De veengebieden hebben dus ook te maken met die CO2-uitstoot en die bodemdaling. En in de Krimpende Waard is het echt een voorbeeld van een gebied waar de maatschappelijke doelen heel erg schuren met elkaar. Als je uitgaat van bijvoorbeeld de CO2-emissies terugbrengen, dan zou je zeggen, dan moet het waterpeil omhoog. Dan wordt het heel moeilijk om daar een verdienmodel aan te koppelen.
als je zou zeggen van we gaan er bossen planten, dan raak je de cultuurhistorische waarde kwijt. Dan is er al helemaal geen verdienmodel meer, maar ook geen weidevogelgebied. Dus het is echt een hele ingewikkelde om mee om te gaan. We hebben gewerkt met verschillende scenario's, ook om uit te zoeken van wat kan er nou in zo'n gebied. Verschillende denklijnen. De eerste was vertrouwen in techniek. Dat ligt nog heel erg dicht bij de huidige landbouw. Dus dat gaat uit van optimalisatie binnen de gangbare landbouw. Albert Heijns, dus van Horeca. Er heeft iemand ineens een microfoon aanstaan, volgens mij. Albert Heijns, dus maar goed. Ja, oké, dank je. Dan is de denklijn 2, is de melkveehouderij op basis van de natuurlijke draagkracht. Dus dat gaat echt ook gewoon om minder mest, minder koeien, plasgasdreppels, hoge grondwater, kruidenrijke graslanden, natuurlijk oeverrandenbeheer. Dan een denklijn die in beleid heel vaak genoemd wordt, het omslag naar natte teelten. Dan kun je denken aan zowel intensief als extensief. Als het gaat over veenweidegebieden, wordt in Nederland vrij snel gezegd van hebben we toch natte teelten. Dat is ook een verdienmodel. We hebben hem als scenario meegenomen om te kijken wat het doet met de meetlat, met de doelen. En dan nog een laatste scenario, oogstbare natuur, wat uitgaat van omhoog met het veen. Dat kun je benoemen als productieve natuur. Het is de vraag of je dit nou nog een agrarisch landschap zou kunnen noemen. Nou, die denklijnen die hebben we dus ook gescoord op die verschillende maatschappelijke doelen. En je ziet dus ook dat elke scenario scoort anders op die verschillende doelen. Dus er is niet één scenario wat het beste eruit komt. Dus dan wordt dat het combineren van denklijnen. En dan is er gekozen voor melkveehouderij als basis, maar wel met hoge waterpeilen en een hoge mate van extensivering. En dat heeft dan 5 principes. Dus maximale inspanning leveren voor aanpak, bodemdaling en klimaatopgave. Heldere zonering van grondgebruik en landschap. Het creëren van condities voor biodiversiteit. Ontwikkeling van een landschapsinclusief kringloopbedrijf en nieuwe verbindingen tussen boer en maatschappij. En daar zit dus ook die keten in. Het gaat dan om de maximale inspanningen tegengaan voor bodemdaling en klimaatopgave. Dat zit hem heel, voor een groot gedeelte in natuurtechnische maatregelen. Deels zit dat ook waar het niet anders kan in andere teelten. Het zit hem ook in een heldere zonering op gebiedsniveau. Met de bebouwingslinten met huiskavels en de veldkavels waar het wat natter kan. En dan nog tegen de natuurzones aan ook nog natuurkavels. Dit is het op bedrijfsniveau. Zo zou dat eruit zien. Het creëren van condities voor verhoging van biodiversiteit. Dat gaat dan om onder andere om extensivering, maar ook omschakelen van drijfmest naar ruige stalmest. En dat soort veranderingen. En dit is dan het landschapsinclusieve kringloopbedrijf, waarin dus voor een deel gebruik gemaakt wordt van het scenario oogsten uit natuur of productieve natuur. Maar voor een groot deel ook gewoon nog steeds de melkveehouderij, maar wel veel extensiever. Met dit kom je zo dicht mogelijk bij de maatschappelijke doelen. Dat levert ook een heel mooi landschap op. Nog mooier dan het nu al is. Je kunt dus ook gewoon gezamenlijk op zoek gaan naar nieuwe verbindingen tussen boer en samenleving. Dus inzetten op korte ketens, recreatieve routes. Die zijn hier ook ingetekend. Het ligt heel dichtbij Rotterdam, bij Gouda. De stad is dichtbij. Het is echt ook een uitloopgebied vanuit de stad. Dat kun je gaan verzilveren. En je kunt dan ook denken aan een langzame transitie, waarin het waterpeil steeds iets verder omhoog gaat. Dus waarin je op een gegeven moment ook stopt met het waterpeil aanpassen. Dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig. We hebben ook berekend wat in dit gebied, waar dus zo ongelooflijk veel opgaven op afkomen, wat dat betekent voor het huidige verdienmodel.
En met name het, wat het betekent voor het huidige verdienmodel en het de inkomsten uit melk en vlees, dat konden we goed beredeneren. En je ziet dat dat in het rechterstaafdiagram, dat dat enorm omlaag gaat. We hebben dat nu aangevuld met carbon credits, groenblauwe diensten, het GLB, maar ook door zeg maar vanuit de korte ketens om dat verdienmodel aan te vullen. Maar we weten ook, dit is niet realistisch. Dit is de opgave in de veenweidegebieden zijn zo groot, dan weten we dat daar ook gewoon ander maatschappelijk kapitaal bij zou moeten. Voor de andere pilots komt het beter uit trouwens hoor. Nou, dit is dan wel het toekomstperspectief voor 2050. Een prachtig landschap. Dat echt ook als een soort van gebiedsidentiteit zou kunnen dienen voor die korte keten. En we hebben daar ook een advies dus bij geschreven. En dat is vorig jaar, eind vorig jaar is dat aangeboden ook aan de minister. En dat was mijn presentatie. Misschien was het zelfs nog wel in 10 minuten. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik heb het niet precies opgemeten, Shira, maar het was in ieder geval een helder verhaal. En ook een goede aanvulling, denk ik, op wat we over de korte ketens hebben gehoord. Meer vanuit het ketenverhaal. Jij bekijkt het meer vanuit het landschap. En, hoe, en ook vanuit die New Deal, eigenlijk tussen maatschappij en boer. En dan zit dus ook het verdienmodel zit hem dus niet alleen in de korte keten, maar het zit hem precies. Dus ook in het verdienen aan landschappelijke diensten. Het zit hem in zoiets als carbon credits. Ja, en het lijkt me dat daar bij het grenspark ook wel kansen liggen. Ja. Kan je daar een schot voor de boeg geven voor de discussie? Nou, ik kan me we hebben het natuurlijk net ook gehad over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Ik kan me juist voorstellen dat als je inzet op die gezamenlijke gebiedsidentiteit, dat het ook gewoon heel erg interessant kan zijn om zo'n benadering vanuit dat landschap te kiezen. En om daar ook gezamenlijk aan te gaan werken. In Nederland werken we natuurlijk ook gewoon met collectieven die het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gezamenlijk moeten oppakken. Maar je kunt veel meer als collectief aanpakken. Nou heeft Jan Willem natuurlijk wel in het eerste verhaal heeft hij ook aangegeven dat ook die collectieve korte ketens, dat tot dusver kwetsbaar is. Maar ik weet ook niet of dat een wetmatigheid is. Je zou zeggen dat daar heel veel winst te halen is. Ja. Juist om vanuit een gebiedsidentiteit en een gezamenlijke, vanuit een collectief, om dus ook zo'n korte keten op te zetten. Ja, en dat sluit ook goed aan bij de andere twee voorbeelden die ik nu maar even zelf ga samenvatten, denk ik. Van Boeren van Amstel en Verstegen. Specifiek de paper agroforestry in Indonesië. Daar wordt namelijk ook samengewerkt, coöperatief of via de keten. Ik heb net nog even met Wes aan de telefoon gehangen en wat hij nog wilde meegeven vanuit Boeren van Amstel. De link staat in de chat, dus sowieso kunnen jullie daar alle info vinden. Ze zijn een coöperatie van zuivelproducenten in het gebied, echt een iconisch veenweidelandschap bij Amsterdam. Die tot doel heeft om ook het gebied zelf, het landschap daar en de weidevogels te behouden. En middelen te genereren voor het beheer van het bijzondere landschap. Dat kunnen ze deels met die coöperatie doen. En ze zoeken ook samen naar middelen, subsidies en regelingen om die boeren daarbij te helpen. Het is erg belangrijk daar omdat ook de druk vanuit de stad heel erg hoog is. Vanuit Amsterdam-Oost. Datzelfde geldt misschien ook wel voor de omgeving van Antwerpen, dat de stedelijke druk groot is. Het is een coöperatie, zei Wes, die op zich heel goed loopt. Ze maken hun eigen yoghurt, kwark en melk, die ook afgezet wordt. En dat loopt ontzettend goed. Het merk slaat aan. Maar ze hebben wel een klap gehad met de coronacrisis, waardoor de horeca ineens als hoofdafnemer wegviel. Die waren juist heel erg geïnteresseerd in hun melkproducten, omdat dat schuimde eigenlijk veel beter op de cappuccino dan andere melk. Dus die waren daar fan van. Dat is nu heel lastig. En sowieso gaf hij al aan dat Jan Willem natuurlijk helemaal gelijk heeft met dat het samenwerken heel veel op kan leveren, maar dat
dat het ook best wel financieel lastig is om zo'n coöperatie te runnen. Dus dat vanuit WES voor het Boeren van Amstel. Geel Meet Davids had nog wat bij me ingesproken vanmorgen over zijn initiatief in Indonesië. Om daar agroforestry te stimuleren bij de productie van witte peper. Natuurlijk is dat geen voorbeeld van een korte keten, hè, want die spices die ze bij Verstegen maken, die komen vaak uit Azië of uit andere gebieden. Maar het is wel een voorbeeld van een keten waarin ze nadenken over natuurinclusieve landbouw en over ook sociale duurzaamheid. Dus het leveren van een goed verdienmodel en een safe verdienmodel wat stabiel is voor de boeren ter plekke. Dus sociaal goed en ook voor het regenwoud is het goed. Hij gaf twee punten mee voor het grenspark. Ten eerste is hun ervaring daar in Indonesië dat het goed werkt om een proefboerderij op te zetten. Ze hebben daar een gebied van 20 hectare waar verschillende boeren verschillende teeltmethodes uitproberen. Krijgen ze ook voor betaald. En de kennis die wordt gedeeld die daaruit voortkomt. Op die manier weten ze dus beter hoe ze die teelten moeten doen en leert iedereen er ook nog wat van. Een tweede tip die hij had was dat ze daar ook werken met goede kwaliteitseisen. Dus het lijkt misschien ook wel een beetje op het laddertje of de meetlat die Shera liet zien. Van wanneer is iets nou een goed product, wanneer is de teelt goed en gaat het ook goed ecologisch in zijn omgeving. Hoe meet je dat? En ze geven dan ook boeren een premium in als ze beter voldoen aan die kwaliteitseisen. Dus dat is iets wat hij ook wel goed vindt werken. En daarin delen ze ook heel veel data. Dus de boeren worden gestimuleerd om zoveel mogelijk data terug te leveren aan het project, dat agroforestry project van Verstegen. Die data worden onderling ook gedeeld. Die zijn open. En daarin wordt iedereen dus eigenlijk slimmer en wordt de teelt van iedereen ook steeds beter. Dus zo'n platform waarin je deelt en ervaringen uitwisselt en ook experimenteert in proefgebieden, dat is iets wat hij wel aanraadt. En tot slot had hij ook nog, ik had hem gevraagd van ja, doen jullie ook iets in Nederland? Hebben jullie kruidenleveranciers bijvoorbeeld waar Nederlandse boeren op kunnen aansluiten. En toen zei hij van ja, we hebben eigenlijk wel de ambitie om ooit nog eens een keer ons uienpoeder, wat eigenlijk een heel veel gebruikt product is in de food industry en ook als spice natuurlijk in de supermarkt ligt, om dat van Nederlandse bodem te gaan halen. Ook met agroforestry technieken. Ik weet niet of er uienboeren bij zijn vandaag, maar die zouden even naar Geel Meet Davids kunnen bellen bij Verstegen. Kijken of daar iets uitkomt voor het uienpoeder. Tot zover. Verstegen staat ook het linkje van in de chat. Ik zal zorgen dat we zijn hele verhaal van ongeveer 10 minuten wat hij had ingesproken in mijn voicemail, dat we dat nog op de site zetten. Dan kunnen jullie dat ook afluisteren. Dan gaan we nu naar de discussie. Want we hebben wederom veel gehoord vanuit de cases. En ik ben wel benieuwd hoe de boeren in en om het grenspark hierop reageren. We hebben onder andere aanwezig Alexander Serpentier. Die was net al even aan het woord. Mark de Boei, die samen met Alexander ook in Smaak van Waas coöperatie zit. En een ijshoeve daar heeft. Alexander Serpentier die is leerkracht, heeft een bed and breakfast en is schapenhouder. Tevens, had hij volgens mij al iets van verteld. En daarnaast hebben we ook Emiel van de Vijver, die zagen we ook al even voorbij komen, van Voedselbron. Misschien kan hij nog even toelichten wat dat is. En Harm van der Hoeven, die we nog kennen van de vorige sessie, die onder andere bruine bonen teelt in de buurt van het grenspark. Kan ik Mark de Boei vragen om zich even voor te stellen en te reageren op wat we net hebben gehoord. Ben je er, Mark? Mark?
De connecties gaan hier helemaal goed vandaag, volgens mij. Alexander? Mark in de groep? Anders bel ik hem even. Is goed, want ik zag hem volgens mij net wel, maar nu niet meer in de lijst. Dus misschien is de connectie geklapt. Bel hem alvast even. Ja, dat is goed. Dankjewel. Emiel, wil jij misschien even uitleggen wat de voedselbron is? Ja, dat is een droom van mij. In feite. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik heb als boer zijnde wel goed nagedacht hoe de toekomst van de landbouw eruit moet zien. En ja, dat is mijn visie erop natuurlijk. En ja, goed, de voedselbron zelf hebben wij ontwikkeld met het voedselbos. Want dat was eigenlijk voor mij een hot item. En ja, we hebben er eigenlijk een soort voedselbos in zitten nu. Dat zie ik eigenlijk als proeftuin. Daar hebben we ontzettend veel van geleerd. En daar leren we nog elke keer van hoe we dat systeem moeten doen. En ja, ik ben nu aan het nadenken over agroforestry. Dus dat is weer een andere manier van voedselbos, zou ik maar zeggen. Maar dat is meer voor de grotere boeren om het toch op een praktische manier te doen. Maar er komen nog heel veel uien. Uien doe ik op het akkerbouwbedrijf. Dat is een ander verhaal. Ja. Ja, maar om het voedselbron grauw toe te lichten, er zitten ook safari-tenten in. Mensen kunnen daar het ook beleven. Die zitten dus letterlijk met die safari-tent in het voedselbos. Dat is eigenlijk gewoon een complete beleving daar. Dat herken je pas als je er echt zelf bent. Dus dat is natuurlijk super. Daarnaast hebben we ook nog een schuur erbij met onze biowinkel erin. En ja goed, er zit ook een keuken in. Daar doen we ook dinners organiseren. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal niet meer zo van de grond gekomen, die dinners. Maar die winkel, daar doen we nou ook weer een samenwerking in met Alles voor Lokaal. En op die manier proberen we ons toch door samen te werken breed in de markt te zetten. Dus dat is... ja, ik weet niet hoeveel tijd ik heb, want ik wil ook eventjes doorgaan naar de kwaliteit, het onderscheidend vermogen van producten, maar misschien dat straks aan bod komt. Ja, misschien kunnen we dat straks nog even doen. Laten we nu even Harm aan het woord. Ben je er, Harm? Ja, als het goed is wel. Ja, ik zie je. Morgen, goedemiddag. Het is net op het scheiden van de dag. Ja, mijn naam is Harm van Hoeven. Ik heb de vorige keer ook een verhaaltje gedaan. Ik zit er zelf niet in het grenspark als landbouwer. Ik zit er net buiten. Ik ben wel bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst. En wij zijn op zoek naar teelten waar we de biodiversiteit in kunnen verhogen. Dus... Dat kan zijn door middel van een teeltmethode, maar dat kan ook zijn door middel van een extra aanleg van een akkerrand of iets dergelijks. Ik heb een tijdje zitten luisteren over de korte keten en ik vind dat, net als Alexander zojuist ook aangaf, ik vind dat best moeilijk om je product op zijn plek te krijgen. We praten steeds over Antwerpen, maar Als ik kijk, dan ligt daar nog steeds een hele grote haven tussen. En voordat mijn consument uit de stad is, heeft hij best al een hele tour moeten doen. En dat kon je bij Joep ook duidelijk zien op zijn kaartje. Het is best een afstand. Hemelsbreed valt het wel mee. Maar die haven ligt daar tussen. Er zijn niet zoveel uitvalswegen van Antwerpen richting het grenspark. En dat is jammer. Dus voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar een beetje geluisterd en ik heb al heel veel interessante dingen gehoord. Die agrarische natuurvereniging, hè, die jullie dan ook hebben. Bij de boeren van Amstel gaat het dan om weidevogels. Waar gaat het bij het grenspark dan vooral over? Wat voor de natuur? Ja, wij hebben in Zeeland, als het gaat over het ANLB, het Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer, is er in Zeeland zijn er een aantal doelsoorten en dat zijn vooral akkervogels.
De veldleeuwerik, die horen we heel graag natuurlijk boven ons hoofd als we door het grenspark fietsen. De patrijs is ook een doelsoort, de gele kweekstaart. En voor die doelsoorten zijn er een aantal akkerranden en beheerseenheden ontwikkeld, mengsels ontwikkeld, die tot doel hebben die doelsoorten te stimuleren. Juist, dankjewel. Volgens mij is Mark inmiddels ook weer aangeschoven, klopt dat? Mark de Boei? Ben je er? Ik denk het toch niet. Alexander, kan ik jou dan weer het woord geven? Jawel, ik denk dat. Om te reageren op wat we net gehoord hebben van landschapsinclusief werken bij de boer. En hoe je de ketens ook natuurinclusief en eerlijk kunt maken. Dat is altijd de mooiste oefening, hè? Het eerlijk maken en dergelijke. Maar er zijn altijd heel wat dingen te doen en ik vind het... historisch gezien vind ik het ook altijd wel even belangrijk om even te duiden hoe een landschap ontstaan is. Hè? Want de geschiedenis evolueert natuurlijk en mensen ook en economie en alles. Maar ik wil toch even de sector opnieuw op de kaart zetten en toch even erop aandringen dat we met het minste aantal zijn, maar toch wel gezorgd hebben door de geschiedenis heen dat het landschap is wat het geworden is. Uiteraard door de evolutie van de mensen daar... op een bepaalde manier mee om, omdat er natuurlijk nood is aan, aan recreatie, aan beleving van heel het gebeuren van het landschap. En ik vind het ook altijd mooi dat jullie als Nederlanders dat landschapsbeleving noemen en niet altijd natuurbeleving. Want dat vind ik echt een belangrijke om iedereen op een gelijk niveau en op een gelijke manier eigenlijk te waarderen in dit verhaal. Hè. Net zowel dat landbouw gewaardeerd wordt als dat natuur gewaardeerd mag worden. Nu... Vooral in het grenspark, hè, waar je ook die haven en die landbouw zo prominent ziet. Ja, dus inderdaad, de haven tekent het landschap, maar ook die opkomende windmolens die tekenen het landschap. En de rest is hetgeen wat er met een bepaalde zorg omarmd wordt, zou ik maar zeggen. Maar ik vind, ik ben misschien altijd een beetje een donkerkijker of zo, of ik weet het niet, maar of te nuchter of scherp... Maar Shera, als ik het goed, de naam goed uitspreek, ik vind het heel mooi. Hè. De oefening in Nederland is zeer uitgestrekt. Dus de verschillende regio's die jullie aangaan en die oefening tussen de verschillende grondsoorten vind ik ook altijd een mooie oefening. Ik weet niet in hoeverre dat ik opmerkingen mag geven of op die oefeningen van waterhuishouding en dergelijke meer. Ik vind het een goede oefening. Maar telkens valt men toch terug op die sector. Hoe gaat men in de landbouwsector, want die ruimte die er is, dat behoort bij wijze van spreken in grote delen toch nog toe aan verschillende landbouwers of aan mensen uit de sector. Hoe gaan we daar mee om met dat water? En dan telkens weer zie ik die oefening terugkomen van kijk, die landbouw moet toch maar proberen om het inkomen eruit te halen, eruit te trekken, om daar mee te leven, mee te leren leven en mee te leren omgaan. Dus dat inkomen, dat opwaarderen van, hè, dat kost ook altijd, het gaat er altijd over dat financiële. Hè. Dus oké, je moet daar mee leren leven en je moet er mee om kunnen. Dat psychologische moet er ook wel zijn, maar dat speelt altijd een grote rol. En dat is altijd net die oefening. Want in Vlaanderen zijn er zoveel instanties, en bij jullie misschien ook, ik ken ze niet allemaal, maar in Vlaanderen zijn er zoveel instanties daar ook altijd een zeggenschap in willen hebben. En daarom is het, en ik duid altijd op Richard en op Pieter Jan, die daar de projectleiders willen zijn, of zijn, pardon, in het grenspark. Maar ik duid hen er toch altijd op aan van, kijk, dat is toch een knappe oefening om die organisaties of die instanties op eenzelfde golflengte te brengen en om daar die redelijkheid in te krijgen. Hè. Dat vind ik altijd belangrijk. En als landbouwsector hier in het Vlaams gedeelte is dat toch... de moeilijkheid en die traagheid waarbij dat je dan rekening moet houden om daar iets uit te kunnen zien resulteren. Hè. Dus ja, goed. Ik weet niet of dat... Ik wil daar wel op reageren. Ja. Ik denk dat het... sowieso is, denk ik, dat we hier
minstens net zo traag zijn als in Vlaanderen, hoor. Misschien blazen we wat hoger van de toren, waardoor het soms wat anders lijkt. Maar uiteindelijk is het nog steeds van, zeg maar, een groot deel van wat wij in die pilots hebben laten zien, is, benadrukken eigenlijk ook in het advies dat we aan de slag moeten met het uitwerken van verdienmodellen, bijvoorbeeld voor landschappelijke diensten. Hè? Want het landschap, dat geef je al aan, dat is door boeren geproduceerd. Boeren hebben gewoon ook onze cultuurlandschappen gemaakt. En vroeger was het een soort van bijproduct van de landbouw. En nu is het zo dat de moderne landbouw, die kan voor een groot gedeelte willekeurig waar plaatsvinden. En we hebben voormalige essen, hebben we nu ook melkveehouderij. Maar de natte gronden, die kunnen we ook gewoon zo ver ontwateren dat ze niet meer te nat zijn. Dus er vindt ook een soort van vervlakking plaats in het landschap. En als we dat wel in stand willen houden, die diversiteit, ja, dan is dat gewoon ook een landschappelijke dienst. Dan kunnen we dat niet meer zien als een soort van bijproduct van de landbouw. Dan moeten we gewoon beter gaan betalen voor het doen van landschappelijke diensten. En dat gaat dan over het beheer bijvoorbeeld van houtsingels, maar het gaat ook over het vastleggen van koolstof, het gaat over waterzuivering, water vasthouden. En dat is nu, is dat ook gewoon niet goed georganiseerd. Hè? Want nu moet je het doen met het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En het is eigenlijk gewoon, je krijgt een soort van onkostenvergoeding voor gederfde inkomsten. Maar dat is geen verdienmodel. Nee. En dat bepleiten we dus ook. We proberen het juist niet bij de agrariër neer te leggen van daar moet het dan maar gebeuren. Wij proberen juist ook te laten zien, ook aan de overheid, we hebben dit nu echt niet voor elkaar. Ja, en die overheid, hè, en dus hoe je dat in een gebied aanpakt en al die geldstromen als het ware kunt benutten. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat in een ander gebied zit. Het is me opgevallen dat bij de aanwezigen vandaag ook verschillende mensen van het Getijdenpark XL zijn in Zuid-Holland. Dus Hans Heupink is er bijvoorbeeld van de provincie. En verschillende mensen van de Hoekse Waard. Kunnen jullie daar misschien even op inhaken hoe dat in jullie gebied, in jullie park geregeld is? Hans, kan jij misschien, of iemand van Hoekse Waard? Hallo? Ja, een goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan de Bek. Ik ben Hoor je heel, heel zachtjes. Oh, dat is niet goed. Zo beter? Jan. Ja, dat is veel beter. Oké. Okay. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben adviseur ecologie en biodiversiteit bij de gemeente Hoekse Waard. Dus mijn invalshoek is meer vanuit die kant. Maar wij zijn bij de Hoekse Waard gestart met een programma duurzaamheid. En dus biodiversiteit maakt daar een heel belangrijk thema. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar circulaire landbouw. En hoe we die koppeling kunnen maken. Er is een coöperatie in de Hoekse Waard, dat is een belangrijke coöperatie, die ook aangesloten is bij een Europees project. Dat is een Interreg project van Farmlands. En daar zit je dan bijvoorbeeld wel met een subsidiestroom voor het beheer van akkerranden. Dus dat is wel een heel mooi project. Maar inderdaad, ja, tegen dat obstakel, daar lopen we allemaal denk ik tegenaan, van wat is een goed verdienmodel. Verder ben ik, we zijn echt nu aan het starten met het uitvoeringsprogramma en dan gaan we kijken hoe we tot een
ja, tot een mooie regeling kunnen komen om toch ook die landbouw naar een meer, op een ecologische manier te gaan beheren en niet alleen te houden bij akkerranden. Jullie zoeken daar ook nog steeds naar een goed model, een financieel model eigenlijk. Wij zijn ook echt zoekende, ja. Ja. Ja, ja. Bij het Getijdenpark bij Rotterdam meen ik dat ook een groot deel van de financiering vanuit Rijkswaterstaat komt, vanuit de wateropgave. Is dat dus bij jullie niet zo? Nee, ja, we hebben het wel NL Delta, dus dat is wel een programma, maar daar ben ik nog niet helemaal nauw bij betrokken. En dan heb je bepaalde gebieden inderdaad in het zuiden van de Hoekse Waard die dan aangewezen zijn om daar mee in te gaan ontwikkelen. Dus zo kijken we wel om dat aan te sluiten op dat getijdensysteem. Alleen daar ben ik echt concreet nog niet bij betrokken op het moment. Ik ben ook sinds dit jaar gestart bij de gemeente, dus het is voor mij nog een beetje inlopen. Maar ik vond dit wel een heel interessante sessie, omdat sowieso korte ketens, dat zijn ook dingen waar we willen op gaan inzetten. Dankjewel, goed dat jullie erbij zijn ook. Dankjewel. Jan-Willem van der Schans, die merkte net al op, het lijkt wel een sessie over coöperaties. En inderdaad, Jan de Bek die noemt net ook al een coöperatie bij de Hoekse Waard. Dus, Jan-Willem, wat bedoelde jij daar precies mee? Is dat... Was dat kritisch bedoeld? Meer hebben dan de coöperaties? Nee, sorry. Ik probeerde een link, en die staat er ook in, naar een sessie over coöperaties. Maar toen drukte ik een keer op enter, dus die tweede opmerking die staat nu los. Maar als je naar boven kijkt, dan gaat er een link. Want ik heb er straks een beetje prikkelend gezegd, je hebt ook sterke merken van de boeren nodig. Maar inderdaad, die coöperatie die is natuurlijk ook van belang om dingen te doen. Want als iedereen zelf zijn spullen naar de consument gaat brengen, dan schiet het ook niet op. Je moet gewoon op dingen samenwerken. En rond die natuuropgaves, zeg maar, moet je natuurlijk ook samen gaan werken. Want het houdt bij je eigen landeigendom niet op. Dus alleen omdat het heel vaak over coöperaties gaat, dacht ik straks in mijn presentatie, ik zeg ook iets over de individuele boeren. Maar die coöperatie, en dan met name de gebiedscoöperatie, dus waarbij verschillende belangen samenkomen, die is echt in opkomst in Nederland. Dus daar wordt mee geëxperimenteerd. En dat is natuurlijk, omdat het complexe opgaven zijn met meerdere invalshoeken, is dat misschien een hele mooie organisatievorm. Ja, helder. Emiel, jij had nog een verhaal over de kwaliteitsproducten in het grensland, Smaak van Waas. Dat klopt. Dat is dan het akkerbouwgedeelte wat wij nu doen. En ik als biologische boer liep best wel tegen wat problemen op van grondkwaliteit. Het is allemaal de revue al gepasseerd. Ik heb mij altijd de droogteperiodes dat de grond achteruit gaat en dat er te weinig vocht in de grond is, heeft puur te maken met dat de gronden eigenlijk achteruit gaan. En we hebben daar dan met de zwarte specht hebben we daar een nieuwe formule op losgelaten om de duurzaamheid van de bodems weer op te krikken. En tot onze grote verbazing zien wij er goede resultaten mee. Dus eigenlijk ja, als je over de lange termijn gaat kijken naar de toekomst van de landbouw, en dan praat ik niet over 5 jaar, maar zeker ja, voor het nageslacht zullen we maar zeggen. Ja, dan zullen we echt anders moeten gaan nadenken hoe we die gronden gaan behandelen. En we zijn op dit systeem terechtgekomen en daar hebben we ook subsidie voor gekregen om dat uit te testen. En dat is, dat is eigenlijk ook wel een wereldje wat eigenlijk mij ook weer verbaast van met hoe weinig stikstof we toekomen om toch een goede productie te halen en een gezonde productie ook voor de mensen. En dat verhaal zijn we compleet kwijt. En op die manier kun je ook weer gaan onderscheiden met je producten. Ik zie het zelf op mijn eigen bedrijf, dat er toch dingen veranderen in de grond. Ik ploeg ook niet meer, maar ook de kwaliteit van bijvoorbeeld mijn broccoli is goed. Terwijl andere telers afhaken omdat er bijvoorbeeld de schermen gaan rotten. Bij mij gebeurt dat gelukkig niet. En die kwaliteit is gewoon anders. En dat is, daar zijn we nou maar een paar jaar mee bezig. Dus we zijn daar volop mee verder aan het gaan. Maar het onderscheidt je dus wel van de andere, van eenzelfde soort gewas in feite. Dus daar kun je echt best wel mee scoren, denk ik.
Een ander aspect is eigenlijk wat ik eigenlijk heel belangrijk vind als boer zijnde. En dan merk ik ook doordat we met Grenspark nou zijn gestart als boer zijnde, dat we samen moeten werken met de telers. Want we kunnen allemaal een hoop verhalen vertellen en een hoop optuigen. Maar de telers zelf zullen het uiteindelijk moeten doen. En ik merk dat ook als ik Alexander en Mark en zo, dat ik allemaal spreek. En ik kom in een idee of zo, dan beginnen ze dat te omarmen. En dan wijzen ze dat ook niet af. En dat is als boer zijn natuurlijk hartstikke fijn om dan toch samen zo'n product ergens neer te zetten. Ik noem maar een voorbeeld. We zijn dan met biologische maaltijden bezig. Dat is nog maar sinds kort hoor. Maar ook door de corona is een kok toch aan het denken van moeten wij dat toch niet op een andere manier doen? En die ziet er toch wel gat in. En dan denk ik van ik zat ook al eens naar Richard te bellen, wat vind je ervan? Maar uiteindelijk moet je toch zelf het initiatief gaan nemen en gewoon gaan. En je kunt niet altijd... Hoe doe je dat dan met die maaltijden bijvoorbeeld, Emiel, die biologische maaltijden? Hoe kan ik die bezorgd krijgen van jou? Nou ja, goed, dat is nog in opstartfase. We proberen eind februari op te starten en dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Dus we zijn nog volop over dat nadenken. Maar we hebben, in principe zouden ze het hier af kunnen halen op de voedselbron. Dus dan het gewoon daar helemaal kant-en-klaar maken. En ik heb al diverse telers gesproken die zeggen, we willen het eigenlijk ook wel vanaf ons punt eigenlijk verkopen. Heel simpel. Dus dat zijn maaltijden die je dan mee naar huis kunt nemen en dan... dan kun je die zijn dan biologisch verpakt, dus duurzaam verpakt. Dus het plastic is allemaal biologisch afbreekbaar. Dus in die trant moeten we wel werken natuurlijk, want dat is onze filosofie ook natuurlijk. Dus dat is wel belangrijk. Ja, en je had het ook over een stuk experimenteergebied waar jullie werken. En dat het ook gesubsidieerd wordt. Ja. Hoe werkt dat precies? Is dat... Wij werken dus met speciale compost. We zijn gewend als boer zijn om ontzettend veel kippenmes bijvoorbeeld op ons land te gooien. Dus een ton of 10. Nu werken we maar omgerekend met 2 à 3 ton kippenmes die vercomposteerd is met schimmels en bacteriën. En er zit ook een speciale compost bij die gemaakt wordt. En dat is ook maar iets van 10 naar de 15 kuub per hectare. En er moeten echt geen grote hoeveelheden van gestrooid worden. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je dit toepast? Dat je dus het bodemleven gaat voeden. En dat bodemleven dat begint dan te groeien en te groeien. En die begint dan uiteindelijk ook die plant te voeden. En dat is eigenlijk de achtergrond ervan. En ik werk samen met Gino van Akker daarin. Die zit daar met de fruitteelt, zijn appels en zijn peren. En die heeft al afgelopen jaar heel goed gescoord met zijn teelt. Gehad goede teeltresultaten. En de kwaliteit was ook al een stuk beter. Dus dat geeft gewoon heel veel moed om daarin verder te gaan en te onderzoeken. Ja. Leuk, dat is ook wel een beetje in de lijn van wat Gil mee zei, hè, over het experimenteren en kennis vergaren met z'n allen om de kwaliteit te verbeteren. Harm en Alexander, jullie hadden ook je hand nog opgestoken. Wat willen jullie toevoegen? Wat ik nog mee zit, en dat loop ik al een tijdje mee. Er wordt steeds over de landbouw gepraat en over de transitie die we moeten maken en de korte ketens en circulair moeten werken. Ik sta er helemaal voor open en ik wil dat ook heel graag doen en gaan doen. Alleen, ik vind het altijd een beetje spannend. Mijn consument, mijn afnemer, wil die dat ook? Want, hoe moet ik dat zien? Ik heb zelf ook 3 kinderen. Ik heb de 2 dames van 8 en een mannetje van 10. We hebben niet heel veel tijd tegenwoordig met de corona wel. Maar dan is het weer sport, dan is het weer dit. Het moet allemaal snel, vlug en convenience wezen. Ik zou bijna oproepen, begin bij het begin. Begin bij een voedseltransitie. Voordat wij een heleboel producten gaan produceren waar niet iedereen op zit te wachten.
En dat vind ik ook altijd wel belangrijk om die eye-opener ook even mee te geven aan iedereen. De voedseltransitie, dat is het belangrijkste. De convenience, snel en vlug, dat willen we allemaal. Maar dan is een broccoli koken, 12 minuten een broccoli koken, is al lang, zeg maar. Dus ik vind wel belangrijk dat er ook over nagedacht wordt. Ja, dat lijkt me een goed punt. Alexander, wat wilde jij zeggen? Vragen aan u. Heb je al een verbinding met Mark de Boei? Mark? Niet dus. Ik zag hem al in de lijst staan, maar hij zegt niks. Hij is wel aan het volgen, dus hij ziet jullie wel allemaal, maar hoor, ik kan niet terug. Want, dat is jammer. Maar goed, ik weet niet of de mensen er nog bij zijn die zijn bedrijf of ze niet kennen. Dus ik mocht misschien kan jij iets over de IJshoeve zeggen. Ik mocht hem wel voorstellen. Hè. Dus, Mark de Boei in de eerste plaats is melkveehouder in Sint-Gilles-Waas. Ook net over de grens, wordt ook bijgerekend binnen het grenspark. En Mark is zeer sterk vooruitdenkend, zal ik maar zeggen. Een kwestie van bedrijfsvoering, ook zowel familiaal als uitbrengend naar collegialiteit eigenlijk, naar ideeën en innovaties naar andere landbouwers in de regio. Hij komt er ook sterk vooruit. En dat was ook een van zijn punten voor het ontwerp of het opzetten van de coöperatieve gedachte van Smaak van Waas. Smaak van Waas, als ik dat even mag situeren voor mensen die het nog niet kennen, die is dus de coöperatie die samen zit met de Waaslandse producenten, landbouwers. En het Waasland, voor de Nederlanders onder jullie misschien, die het niet kennen, is het toch een zeer uitgestrekt gebied van Locristi, richting Gent, Lokeren, die kanten, als jullie dat kennen, tot tegen Dendermon, tegen Temse, tot Antwerpse, tot aan de Schelde. Dus het is een vrij groot gebied. Nu, dat is een coöperatieve met een zestiental producenten van verschillende producten. Niet alleen landbouwproducten, maar ook koffie en advocaat, zoals dat er net ook al bij kwam. Zo van die zaken allemaal. En het gaat erom ook vermarkting te doen en om daar een eerlijke prijs in te krijgen. Nu, Smaak van Waas is mee opgenomen in het grenspark als innovatief denken. En dus op die manier wordt er ook altijd samen gedacht of toch op een lijn geassocieerd met omgeving en landschap en alle zaken die daarbij betrokken zijn. Dus dat is hetgeen waar dat Mark voor staat. En dan, dus hij heeft het familiale melkveebedrijf. Hij is daar bezig met de Jersey koeien, waar dat hij een typerende melkproductie wil behalen, die lactose of een mindere lactose gehalte of intolerantie kan genereren. Nee, dus en op die manier wil hij zich onderscheiden, of wil de familie zich onderscheiden in bedrijfsvoering. En hij kan er natuurlijk veel beter over spreken dan ik, maar dat geeft toch wel een algemeen beeld waar dat die man mee bezig is. Ja, super interessant. De link naar de IJshoeve staat ook ergens eerder al in de chat van vandaag. Dus ja. Zoek dat allemaal op. Is er nog iemand die we vandaag nog niet gehoord hebben en die wel iets wil zeggen of vragen? Dus daarvoor even gelegenheid als nog iemand een prangende vraag of opmerking heeft. Niemand? Ik krijg nog wel een vraag door van Joep. Ja, ik zal over hoe we een openluchtlabo misschien zelf nog even live toelichten de vraag. Nee, in het begin beschreef Richard het ook al mooi. En Pieter-Jan volgens mij had het ook al even kort over. In ieder geval in de introductie van het verhaal. Inderdaad, we zijn die transitie aan het maken om eigenlijk synergie te zoeken tussen die landbouw, de natuur en de haven. Dat is de grootste uitdaging ook wat mij betreft. Daarbij wordt dan ook gezegd van ja, hoe gaan we dan aan de slag met een openluchtlabo? Ik ben misschien nog wel even benieuwd naar de mening of de visie van een aantal mensen hier ook in deze club daarnaar. Hoe zou dat volgens jullie eruit moeten komen te zien?
We gaan dat nog even kort doen, want we moeten straks ook nog afronden. Maar wie zou je daar, aan wie stel je die vraag, Joep? Ja, dat is even lastig. Misschien degene die daar wel een antwoord op durft te geven. Iemand uit het gebied of juist... Iemand van daarbuiten liefst. Jan Willem bijvoorbeeld? Jan Willem heeft er wellicht een mooie visie op. Nou, ja, kijk, je kunt me horen, hè? Kijk, met die korte keten is het nog zoeken. Dus het is experimenteren. En experimenteren doe je in een laboratorium, maar je probeert er ook van te leren. Dus, dus als de experimenten die jullie doen, zeg maar, als we daar ook met z'n allen van kunnen leren, dan mogen ze als experiment ook fout gaan, zeg maar, als commerciële casus. Dus zo zie ik het. Dat je misschien iets meer risico neemt, omdat je in een experiment wilt kijken hoe je echt verder komt, maar dan heel goed organiseert dat je er met z'n allen van leert. Want mijn hele presentatie zat vol met initiatieven die bijna goed waren, maar toch net niet. En ja... Ik ben ervoor dat we dat proberen te ontsluiten, zodat iedereen dan toch net weer één stapje slimmer in de volgende ronde gaat. Hè? Maar kennis en ervaring en data. En we moeten onvermoeibaar zijn, want het is nog niet een standaard. Juist. En Mark, die wilde ook iets over zeggen. Mark Eker? Ja, het lijkt mij, ik word meteen warm van het woord openluchtlaboratorium. Het lijkt mij nou juist in zo'n grensstreek ontzettend interessant. Want dat is natuurlijk ook om elkaar letterlijk te ontmoeten in je verschil. Hè? Dat kan begrip kweken of verwondering. Dat is allemaal hartstikke leuk. En tegelijkertijd, dus het is iets waar je ook aan moet ontwerpen, denk ik. Het is iets wat ook tot identiteit zou kunnen leiden. Misschien klein beginnen. Maar het is toch ontzettend interessant om vanuit die verschillende praktijken... samen te dromen en tot iets te komen. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar de volgende sessies, de workshops, waarin we inderdaad aan gaan ontwerpen, ruimtelijk en ook qua organisatiestructuur. Dus daar gaan we straks nog mee afronden. Alexander had nog een laatste handje, dat is dan ook de laatste. Ik wil hier ook nog wel even wat op zeggen, Stad. Ja, dat is goed. Alexander, wilde jij nog iets... Ik wil wel nog een vraag stellen, als er nog even voor is. Ja? Ik gaf het ook zelf al aan dat er in de volgende sessies ook wel aan gewerkt wordt. Maar voor Jan Willem vind ik het wel een leuke eigenlijk. Ik heb hier zoveel voorbeelden gegeven hoe het wel kan en moet. Maar toch net niet. Dan is mijn vraag, waar strandt het dan op? Hè? Want Mark Eker die gaf dan aan van... Ja, dat is wel interessant allemaal en leuk en dit en dat. En op kleine schaal beginnen. En Joep zit er ook al op te wachten, veronderstel ik net zo. Oké, maar ik heb ook voorbeelden gegeven zoals Distreco, Oregonaal, die zeg maar na 10, 15 jaar nog steeds bestaan en de sleutel wel gevonden hebben. Dus misschien klonk ik net iets te negatief. Nee. Maar er zijn ook... Ik hoor het wel graag welke dan wel lukken. Oregonaal, Distreco, hoe heet het, rechtstreeks in Rotterdam, ja. Local to local. Er zijn er ook genoeg die wel lukken. En juist nu boerschappen is enorm aan het uitbreiden in Nederland. Dus die hebben net in Amsterdam een nieuwe regio ontsloten. Dus kijk, als het werkelijk nergens lukte, dan zou ik me er niet mee bezighouden. Want dan is het gewoon een foute zoekrichting. Ja. Maar het is juist enorm dynamisch. Het is juist enorm dynamisch. Maar ik schuw niet... dat het ook een keer niet lukt. Want moet dat vind mis ik kunnen niet gaan erg. Bij een experiment. Het moet mis kunnen gaan. Ja, ja. Dat vind dat ik ook. De labo-gedachte. Okay. Precies. Er wordt heel leuk uitgewisseld. Volgens mij kunnen we daar nog uren mee doorgaan ook. Maar we gaan nu toch even afronden. Dat gaan we doen met Richard en Pieter Jan. Ja. Ja, en ik wil dan gelijk even... ik vond het een hele interessante sessie. Hè. We zijn natuurlijk al lang onderweg en er zijn een aantal ondernemers die al heel lang met ons meelopen als het ware, of wij juist met hun meelopen. En er zijn ook een aantal nieuwe ondernemers. En als je het dan over openluchtlabel hebt, dat is ontstaan. Ja, nu moet ik er ook even bij zetten. Ik ben zelf
laborant eigenlijk van beroep geweest. Dus vandaar misschien dat openluchtlabo, dat ik me daar gewoon lekker thuis voel. Hè, met LMI's en een witte jas en een veiligheidsbril. Maar dat is even tezijde. En het openluchtlabo is ook heel erg uit de regio zelf gekomen. Want wij faciliteren dit proces. En dat openluchtlabo geldt eigenlijk voor de ondernemers en alle testen die we daar doen. En dat doen we natuurlijk ook. En ik hoorde dat vandaag niet zo terug, maar we zijn natuurlijk met de Agrarische Natuurvereniging allerlei testen aan het doen. En wij proberen daar ook allerlei faciliteiten voor te bieden. Dus aan de ene kant doe je dat met subsidies en aan de andere kant doe je dat met grond beschikbaar stellen, materialen. Dat is het openluchtlabo. En ik denk dat we heel erg aan het zoeken zijn, ook in die ketens van telen tot afzet. Hè, wat Harm zegt ook, van hoe doe je dat? Nou, Joep doet dat met zijn friet, Alexander is met zijn schapen bezig. Zo zijn we met z'n allen, zijn we allemaal aan het experimenteren. En wij proberen dat bij elkaar te brengen. En binnen de kwaliteiten van dat grenspark met die drie-eenheid een plek te geven. En dat vond ik wel mooi van Verstegen, dat hij een paar van die tips geeft. En die vallen eigenlijk in het grenspark al op zijn plek. Emiel is heel erg met zijn innovatieve samenwerking bezig. En zo zijn we met elkaar aan het kijken hoe je dit gebied verder kunt opbouwen. En dat doen we in een openluchtlabo. En een openluchtlabo is heel fijn, want experimenten gaan voor 90% misschien wel mis. En Jan-Willem moet er dan een beetje bij lachen als zo'n experiment, ja, dat is een beetje misgegaan. Maar wij hopen er op een gegeven moment een soort van experiment te hebben wat ons verder gaat brengen. En ja, je zult nooit stilstaan. Je zult altijd moeten blijven experimenteren en dat verder moeten oppakken. En voor ons is het nu de volgende stap om even vanuitgaande dat alle ondernemers een goede plek krijgen. Maar dat we ook kijken hoe we eventueel coöperatief elkaar kunnen versterken. En dat vind ik nu de komende tijd. Willen we daaraan gaan bouwen? Daar hebben we een regio-deal voor. Daar hebben we allerlei soorten faciliteiten voor. Dan gaan we een samenwerkingsverband aan om met elkaar de komende 5 jaar te kijken of die beweging verder kan worden gebracht. En ik denk dat dit een soort eerste stap is om die kennis van de Delta-metropool zo erin te brengen en zo eens van gedachten te wisselen en ons een spiegel voor te kunnen houden. Maar dit is eigenlijk mijn afsluiting van, oké, dat openluchtlabo, ja, pak dat aan en laten we daarmee verder gaan. Dat lijkt me een goede oproep. En kunnen we ook al iets zeggen, Richard, over wat we 11 maart gaan doen? Dat zijn we natuurlijk nog aan het voorbereiden, maar wat verwacht jij ervan? Van de ontwerpworkshop? Ja, ook een start. Ik denk dat het zijn voor mij steeds starten van nieuwe stromen die we gaan oppakken. Hè, dat vanuit allerlei zaken die we in het grenspark ook hebben, in ons uitvoeringsprogramma. Pieter Jan moet het zo ook maar even aanvullen. Maar we willen al starten bijvoorbeeld met dat integrale, hoe je met dat landschap omgaat. En dat is dat dijken- en krekenplan bijvoorbeeld. Van dat we met elkaar eens gaan kijken van oké, hoe ga je dan bepaalde zaken oppakken. En dat geldt voor het landschap, maar ook voor hoe je met elkaar gaat samenwerken. En hoe je innovatie verder kunt krijgen. En hoe wij jullie daarbij kunnen helpen. En dan vergeet ik nog één ding. Dat openluchtlabo is niet alleen voor die mensen in dat gebied. En dat kan ik ook gewoon ook ronduit zeggen. En dat haalde Alexander uit. Het is ook een openluchtlabo voor al die instanties waar ik zelf voor ben. Die dominante instituties, wat die soms zo traag draaien volgens de ondernemers, om daar ook in mee te bewegen en dan ook te kijken hoe wij hier een plek kunnen krijgen en ook die ondernemers daarin kunnen steunen. En dat valt niet altijd mee. En ja, Alexander is daar een ongeduldig type in en die heeft daar vaak ook wel gelijk in. Dat zijn hele stroperige processen. Maar dat is voor ons ook een openluchtlabo. En ja, dat vind ik ook wel belangrijk om even gezegd te hebben. Ja, helder. Er komt in de chat ook nog voorbij, het ging vandaag wel heel veel over landbouw en natuur, maar niet zoveel over de haven. Dat klopt, denk ik. Maar we hebben het wel heel veel over ketens gehad. En daarmee komt de haven natuurlijk indirect wel in beeld. En zeker Verstegen bijvoorbeeld, die werken dan aan de keten. Maar ik fietste daar gisteren nog langs. Die zitten hier aan een havenbekken in de Spaanse Polder in Rotterdam. Ja. En die hebben natuurlijk ook allerlei ketens via die haven lopen. In Amsterdam, in Antwerpen, liggen daar wat mogelijkheden, denk ik. Ja, ja, dat wilde ik ook nog even zeggen, want die ligt al heel tijd op het puntje van mijn tong. Tina, die kennen de meeste mensen hier wel. Tina, die heeft ons altijd voor
ons geholpen bij de communicatie in het gebied. En ik ben een keer met Tina in het netwerk van de haven aan de slag gegaan om daar bij de cateringsbedrijven wellicht de producten uit het grenspark op tafel te krijgen. En volgens mij zit daar een enorme potentie als wij het netwerk van de haven kunnen inzetten voor de afzet. En dat noem jij zelf ook al, Merten. Maar ik ben ook een keer op bezoek geweest bij Colruyt. Dat was een hele bijzondere ervaring, daar ergens in België. Waar is het ook alweer, Pieter Jan? Halle, ja. En daar hebben wij een zekere Saskia ontmoet. Hebben een heel leuk gesprek gehad. En die vertelde ons, voor Cru, daar zag ze heel veel potentie voor die producten uit het grenspark. Maar zij vroeg, kom dan met één persoon aan tafel zitten en niet met 100 boeren, want dat kunnen wij niet aan. En die heb ik wel een beetje tussen mijn oren geknoopt. Want dat is natuurlijk wel, hoe ga je dat gesprek voeren met die supermarkten of met dat soort afnemers? En ik denk als je een coöperatie bent en als je daar interesse in hebt, zou dat wel eens een sterk kunnen zijn. Dus ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar dat was wel hun eerste reactie. En ik denk, als we het over de haven hebben, dan zit daar een hele potentie om dat netwerk aan te boren van onze Vlaamse of Antwerpse collega's die in dit grensparkteam zitten. Ja. Ja. Oké. Volgens mij zijn we helemaal klaar om hier in een workshop op verder te gaan straks, Richard. 11 maart gaan we ontwerpend kijken en dan nemen we alle kennis van de sessie over parkconcepten en over korte ketens daarin mee. En 18 maart gaan we een workshop houden over hoe we het qua governance en organisatiestructuur een slag verder kunnen krijgen in het grenspark. Beide aspecten doen we natuurlijk niet out of the blue tabula rasa. We gaan verder met wat er al is. Er zijn natuurlijk al allerlei goede ontwerpen, studies en visies gemaakt. Die gaan we dan ook bekijken. Het is ook mogelijk voor mensen die denken van nou, ik heb wel iets bij te dragen daaraan, of ik wil meeschetsen in zo'n sessie, dan kan je aanmelden. In principe doen we het wel in een iets kleinere setting dan vandaag. Maar er is mogelijkheid om daaraan mee te doen. Dus meld je dan vooral aan. Het kan via Thomas. En dan denk ik dat we gaan afsluiten, toch Richard? Jan? Pieter Jan zou ik nog even... Pieter Jan? Die mag afsluiten. Jij mag afsluiten, zo is het. Wat een ganse eer. Ik neem vooral mee van vandaag dat we moeten blijven samenwerken. Samenwerken met onze partners, met de haven. En dan komen we wel tot een mooi verhaal. Ook dat netwerk en de kracht van het netwerk, daar geloof ik wel in. Dat we daar als grenspark, samen met de grensparkboeren, stappen gaan zetten. Ik hoop dat we in de komende weken en ook nog stappen zetten met de workshops die we samen nu gaan verder vormgeven. En dat we dat als grenspark in Vlaanderen en Nederland een stip aan de horizon worden. Op vlak van landbouw, op vlak van natuur en op vlak van een duurzame haven. Oké. Zo is het. We gaan inderdaad verder. En net als vorige sessie is deze sessie straks ook weer online te bekijken. Via het YouTube-kanaal en onze website. Thomas geeft nog even zijn e-mailadres door voor eventuele aanmeldingen in de chat. De chatgeschiedenis zullen we ook nog beschikbaar stellen later. Dank jullie allemaal voor deelname. Mag ik er even iets in gooien? Ja hoor, Emiel. Ga je gang. Heel kort. We hebben natuurlijk dat prachtige project van Samen Vooruit in het grenspark Groot-Saaftingen. En ik wil toch eigenlijk wel de telers uitnodigen die in dat gebied zitten om er toch mee in aanraking te komen en toch eens te proeven van wat wij nu precies aan het doen zijn. Want dat vind ik toch wel heel belangrijk. Het helpt wel. Goeie oproep, Emiel. Dankjewel. Dan dank ik iedereen en met name ook de sprekers. En we gaan 11 maart verder.